Het is woensdagmiddag, dames en heren, jongens en meisjes. En dat betekent dat we weer live zijn. Let's go! Wat een hype in de chat. Echt niet normaal. Ik vind het zo tof om te zien dat er al zoveel mensen gewoon al zaten te wachten voordat we echt live gingen. Echt ziek. Gewoon al 1500 mensen voordat we daadwerkelijk live zijn. Echt dikke shout-out aan jullie allemaal. En ook dikke shout-out aan iedereen die er natuurlijk later terugkijkt. Want dit komt gewoon ook als video online op mijn YouTube-kanaal. Dan kan je natuurlijk ook nog altijd terugkijken of je kan stukjes kijken. Het wordt gewoon weer een hele leuke stream. En ja, het gaat gewoon lachen worden. Het gaat gewoon lachen worden. Want ik heb natuurlijk een nieuw account. Een free-to-play Bouse-account. Waarin ik geen geld ga uitgeven. Ik heb daar al vorige week ook een livestream over gemaakt. En vandaag weer. En we gaan dus gewoon wel lekker knallen. En ik ga samen met jullie dus spelen. Maar vandaag wordt het wel extra nice. Want we gaan opdrachten vrij spelen. We hebben nog 38 trofeeën nodig. Dat is helemaal niet zo heel veel. En dan hebben we opdrachten vrijgespeeld. En vanaf dan kunnen we heel snel Brawl Star punten of Brawl Pass punten krijgen. En dan kunnen we wat sneller door de Brawl Pass heen. En dan wil ik sowieso die megadoos openen. Maar we gaan gewoon zo ver mogelijk komen en kijken of we nieuwe knokkers gaan krijgen. En een knokker die ik eigenlijk sowieso wil krijgen is Jesse bij de 500 trofeeën. Die wil ik eigenlijk sowieso krijgen. Dus daarvoor gaan we strijden. En dat gaan we samen met jullie doen. Let's go! Echt zieke, zieke legend jullie allemaal. En we hebben nu al trouwens 2000 likes. Zal gewaardeerd worden voor degenen die dat nog niet hebben gedaan. Om even dat duimpje omhoog te smashen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Gaan we ooit richting die 400.000 abonnees. We knallen naar de 400.000 abonnees. Dat het zegt familie Schroeten. Ik denk dat je het zo moet uitspreken. Ja, ik ben echt niet goed met namen. Dat weten jullie denk ik ondertussen ook al wel. Maar we hebben in ieder geval een gratis doosje. Dus die kunnen we nu alvast openen. Gewoon een knokdoosje. Zal het zijn geweest. Gewoon bam, meteen een nieuwe knokker. Maar dat is niet het geval. Maar we kunnen Colt upgraden. En Colt vind ik wel echt een chille knokker om mee te spelen. Dus die gaan we even upgraden naar kracht level 3. En dan hebben we Colt even mooi geupgraded. We gaan even knokbal doen. Ik stuur de hele tijd de code hoe ik het doe. Ik creëer een code. Dan kunnen jullie joinen. En dan vervolgens kunnen mensen meedoen. En dan wie als eerste code invult heeft mazzel. En die kan dan gezellig een paar potjes meedoen. En volgens mij, ik had een keer gehoord. Als je de tijd van de stream eventjes keer 2 zet. Dan kijk je ietsjes vooruit. En dan kan je een iets sneller joinen dan wat de rest dat doet. Maar ja, er waren al heel snel 2 gejoined. En dit is Shadows. Haha, wat een legend. Die is zo snel gejoined. Natuurlijk kennen jullie Shadows wel. En we zitten met Tiesje. En Tiesje, die heeft ook wel redelijk wat trofeeën. 17.000. Maar hij heeft gelukkig ook een paar knokkers die wat lager zitten. Dus dat is wel chill. Dan gaan we met deze 2 legends spelen. En eens kijken of we kunnen gaan winnen. En ik wil dus even snel naar die opdrachten. Want ik wil echt mijn opdrachten vrij spelen. Zodat we gewoon lekker snel kunnen dozen openen. Daar komt het op neer. Ik wil gewoon snel dozen openen. Oh ja, en trouwens wat ik ook nog heb. Ik heb nog best wel wat token verdubbelaar. 364. Die heb ik in de vorige livestream weten te krijgen. Zonder geld uit te geven. Zonder geld uit te geven. Dus dat was wel nice. Wat wordt er ondertussen gezegd? Strijders. Oké, ik zal even een knokker voorstellen. Shadows heeft Colonel Ruffs. Die zit onder de... Oh, ik moet even op meeste... Oh, meeste trofeeën. Of ik kan beter op minste trofeeën. Dan kan je gewoon boven kijken. Dat is net wat chiller. Ik denk dat... Ja, eigenlijk heeft hij heel veel goeie... Gil is wel goed. Die heeft die maximaal level nog helemaal niet zo heel hoog. Oké, let's go. En we gaan... Oh, Shadows die zei wat. Code Bouse. Join free-to-play Bouse. Oh, we krijgen nu een donatie van 10 euro. Van Evi. Alweer. Evi is gewoon weer bezig. Niet normaal. Hé, hey, Joran. Ik geniet er nu al van. Oh, wordt gewaardeerd, Evi. Ja, weet je, ik doe het natuurlijk ook voor jullie en ook voor mezelf. Ik vind Brawl Stars ook gewoon leuk om te spelen. Maar ik moet niet te veel blijven lullen, want ik wil gewoon eventjes gaan spelen. Spek Snijder, ook dankjewel voor je 3 euro donatie. Maar even concentreren spelen, want we moeten natuurlijk wel even een win halen. Ook al heb ik mijn Colt nog niet heel hoog, we moeten dit natuurlijk wel even winnen. En ik denk dat dat ook wel goed moet komen. Oké, even helpen. Oh, die El Primo. Die werd daar gestukt. Oké, top. Ik wil eigenlijk die muurtjes even kapot maken hier zo. Dat we daar geen last meer van hebben. Ja, oké. Hier even deze muurtjes kapot maken. Top. En die was ook nice. Dan moeten we nu even hier die Primo killen. En zou er nu al gescoord kunnen worden? Jawel. Ja, nice. Oh, die was even lekker. Die was even lekker. Dat was even een mooie goal. En dan hebben we hierna nog 30 trofeeën nodig. En dan hebben we opdrachten eindelijk vrijgespeeld. En dan gaan we echt kistjes knallen. Dan gaan we ze heel snel openen.
Oké, dit begon lekker. Shadows kan denk ik nu al de tweede goal scoren. Oké, nice. En dat ga ik trouwens nu in deze stream doen. Als we heel snel een potje winnen, zoals nu, dan doen we een tweede potje. Dus ik doe nu nog even snel een tweede potje met Tisha en Shadows. En dan doe ik weer een nieuwe code. En dan gaan we gewoon daarna weer met nieuwe mensen spelen. Dus dan wisselen we op die manier een beetje door. Oké, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik probeer trouwens af en toe tussen de potjes door eventjes natuurlijk de chat te lezen. Maar het gaat zo snel. Er zijn zoveel comments. Maar ik probeer het wel een beetje bij te houden. Ik zie ondertussen nog een donatie binnenkomen. Ik zal zo even checken. Oh, ik moet even uitkijken voor die sprout. En dat gaat goed. Ja, dat gaat nog steeds goed. Maar die sprout die is en blijft irritant. Stomme sprout. Gaat er nu gescoord worden? Ik wil die sprout even neer hebben. Ash! Dat is frustrerend. Trouwens, nu al 3000 likes. Legends zijn jullie. Echte legends. Oké, die... Oh, goed gespeeld van Tiesje. Lekker man, Tiesje. Oké, ik ga nu niet kunnen scoren. Nee. Ik ga nu denk ik ook... Ja, oi. Nou, dan kunnen we even naar de donaties kijken. Levi, dankjewel voor je 1 euro donatie. En ik zag hier nog een Santino. Ook dankjewel voor je 1 euro donatie. Die sprout is echt heel... Ik kan niet... Oké, nu even geconcentreerd. Ik was niet heel lekker bezig. We moeten nu even geconcentreerd spelen. Want dat deed ik namelijk nog niet. Jawel, dat deed ik stiekem wel. De donatie komt trouwens nu pas in beeld. Maar nu gaan we echt gefocust spelen, zeg maar. Ja, top. En ik wil die muurtjes even weg hebben. Zodat die sprout zich ook niet meer achter muurtjes kan verschuilen. Want dat maakt hem ook sterk. Kunnen we nu al scoren? Ik denk het... Oh, no! No, oké. Ik heb hier trouwens mijn super. Dus dat is chill. Dan heb ik eindelijk wat muurtjes. Oh, zag je dat? Ik had eventjes 1 HP. Dat was wel ziek. Maar we gaan nog steeds niet heel lekker dit potje. Ja, dat is het nadeel met, zeg maar, dat ik op dit account mijn levels zo laag heb. Ik moet gewoon echt eraan wennen dat ik gewoon niet zoveel levens heb. En dat ik gewoon wat sneller dood ga. Want normaal gesproken heb ik gewoon veel meer levens. Heb ik een gadget. Dan is het allemaal wat makkelijker. Doe je meer damage. En dat zag ik ook onder de reacties onder de vorige stream. Nu gaat Joran echt zien hoe lastig het is om te spelen zonder gadgets en dat soort dingen. En dat, daar hebben jullie wel gelijk in. Want ik ben misschien in dat opzicht een beetje verwend. Want ik speel altijd met gadgets en dat soort dingen. Want ik ben niet anders gewend dan dat ik een knokker maximaal level heb. Maar gaan we nu scoren? Oh, nee, net niet. Net niet. Dat is jammer, dat is jammer, dat is jammer. Oké, maar ik heb in ieder geval bijna weer maximaal levens. Oké. We moeten even die mortis zien te pakken. Ah, net niet. Ja, dat waren in ieder geval weer een paar hits. Ik heb bijna mijn super. Dan is het chill, dat is chill. Oké. Shadows, ja, die kan wel scoren. Oké, top, dan hebben we dit potje ook gewonnen. Nu ben je noob. Nou, ik ben inderdaad wel wat slechter op dit niveau. Of in ieder geval met wat lagere knokkers. Maar het is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Want ik speel nu op bijna 500 trofeeën. En natuurlijk ben ik kracht level 3. Maar sowieso dat de tegenstanders hoger zaten. Die hebben gewoon hogere levels. Oh lol, deze had gewoon 26.000 trofeeën. Dus in dat opzicht is het niet helemaal eerlijk. We zitten nu met iemand anders. Oh, er zijn weer gejoined. Wojo! Oké, dat is het probleem. Er zijn nu 2 nieuwe mensen gejoined. Ik wil ze wel een kans geven. Dus ik ga nu even met spelen. Anders moet ik ze kicken. Maar zometeen lief ik en creëer ik een nieuwe code. Zodat iedereen die nieuw is gejoined in de stream evenveel kans heeft om te kijken. Dus dan doen we het op die manier. Maar ik vind het nu zonde om ze nu te moeten kicken. Dus dat ga ik niet doen. Gekt en JB, jullie mogen gewoon lekker blijven. Ik ga met Nita. Ik vind Nita wel leuk. Gaan we even Nita pushen. Bath Army. Ik denk dat hij Bows Army bedoelt. Ik zal even op ready drukken. Joran, ik ben morgen jarig door jouw sikke. Sikke? Ik weet niet helemaal. Maar in ieder geval als je morgen jarig bent, gefeliciteerd alvast. Gefeliciteerd alvast. Wat is de code? Ja, ik doe nu nog even een potje met JB en gehackt. En daarna ga ik weer een nieuwe code creëren. Want anders vond ik het een beetje zonde. Ja, ja wat? Dankjewel voor je 5 euro donatie. Ik zie nu een leuke smiley voorbij komen. Thanks daarvoor. Trouwens, doneren hoeft zeer zeker niet. Dat zeg ik eigenlijk elke stream weer. Maar doe het alleen als je het kan missen. Daar komt het op neer. Want ik wil ook niet. Want ik heb het geld ook niet nodig. Dus het hoeft echt niet. Maar we kunnen hier even. Oh, misschien meteen al scoren.
En die Colette. Ja, dit gaat wel lukken. Lekker man! Boom! Boom, 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 boom. En dan hebben we hierna denk ik nog maar 2 potjes nodig of zo. En dan hebben we het gewoon al. Dan hebben we de opdrachten vrijgespeeld. Oké, nice. We moeten even uitkijken voor die Frank. Ik zal mijn beer even smashen. Als Sprout hier die bal weer kan passen. Ja, oké, nice. Die Edgar gaat nu dood. Ik blijf even achter mijn beer schuilen. Dan gooi ik gewoon weer een nieuwe beer. Ja, ik heb natuurlijk geen hyperbeer nu. Dat heb ik normaal wel. Maar ja, mijn beer die hit nu niet zo heel snel. Dit gaat nog net goed. Jammer dat we daar net niet de tweede goal konden scoren. Oké, die Edgar gaat nu dood. En hop. Oh, ik dacht echt dat hij erin zou vliegen. Nee, net niet. Oké, die beer van mij, die moet daar even een klusje klaren. Oh no, dan schiet die Frank gewoon die bal weer helemaal weg. Stomme Frank. Ja, top. Paas maar. En dan gaan we nu proberen te scoren. We hebben wel echt de overmacht in deze match. Het is alleen een beetje jammer dat het nog net niet helemaal goed gaat. Oh, ik heb nu mijn super. Dus dan moet ik dit wel kunnen afmaken. Ah, no, win het niet. Wat? Ik mis de hele tijd net. Oké, misschien nu. Oh, ik dacht dat ik hem net binnenkant pauw had. Dit is weer een beetje jammer. Dit is weer een beetje jammer. Maar we hebben in ieder geval weer mijn super. Dus als het hier... Oh, nu moeten we uitkijken. Ik ga even in de verdediging. Zit die Colette nog wel achter? Geen idee. Maar op deze manier kan ik wel makkelijk verdedigen. Ik zal mijn super even neerzetten. Dan ga ik dood. Maar dan kan ik in ieder geval nog wat extra verdedigen. Oei. Het gaat toch in één keer even een stuk minder goed. Gaat die... Oh, Frank gaat zelfs niet dood. Bizar. Oké, okay. Oh, ik ga nu ook dood. Maar ik heb in ieder geval nog even kunnen verdedigen. Als we dit nog verliezen, dat zou echt heel erg slecht zijn van ons. Maar daar gaan we nog niet van uit. Ik zie trouwens weer wat donaties binnenkomen. Ik kan zo even kijken. Maar dit komt goed. Nog 15 seconden en we gewonnen. Rune, de gamer, dankjewel voor je donatie. Ja, dit gaat goed komen. We kunnen hier nog even mijn beer. Oh, nice. En wou een power shot doen, maar dat ging niet goed. Let's go. Let's go, dan hebben we deze gewonnen. En dan ga ik nu even een nieuwe code creëren dus. En dan kunnen er weer nieuwe mensen meedoen. Dus, JB, gehackt. Dank jullie wel voor het joinen. Oh, nee. Ik wou niet ready doen. Ik ga je even nieuwe code creëren. Trouwens, we hebben natuurlijk een club. Ik heb de club, degene die hem had opgericht de vorige keer, die is geliefd. Maar we zitten nu met de club. Ja, ik heb hem even op 25.000 gezet. Maar legends voor iedereen die zijn gejoined. Ik vind het wel baas hoe hoog we gewoon zitten met de club. Terwijl dat we eigenlijk ben ik helemaal niet actief. Daar moet je trouwens wel van uitgaan als je joint. Ik ben niet heel erg actief. En je kan ook niet sneller joinen met mij of zo. Maar wel bazen voor iedereen die zijn gejoind. Beeld is niet scherp. Ja, dat kan af en toe aan het internet liggen. Of aan YouTube zelf. Dat het af en toe even iets onscherp is. Maar daar kan ik helaas thuis niet zo van doen. Want ik heb wel echt goede internet. Maar iemand vraagt was de code. Die staat nu hier in beeld. Dit is de code. Maar we zijn met Kaasbol en Spennyboy YouTube. Dit zijn wel 2 ervaren spelers. 24.000 trofeeën. En Kaasbol die heeft 35.000 trofeeën. En zit natuurlijk in Bow's Army. Ik had vandaag nog een minigame gedaan. Daar zat Kaasbol volgens mij ook in. Komt natuurlijk over een paar dagen online. Ik zal even Lou voorstellen. Maar dit wordt natuurlijk wel wat lastiger. Oh, minste trofeeën staan natuurlijk boven. Ik denk dat Lou beter is. Dus ik stel Lou voor. En, oh, Sammy Boy heeft nog wel een aantal lagen. Maar dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Omdat we op hoger niveau spelen. Misschien dat Jesse. Jesse is sowieso OP. Dan gaan we het op die manier doen. Als je beeld niet scherp is, kijk je bij instellingen. Ja, het kan inderdaad zo zijn dat je eigen instellingen ook niet optimaal zijn. Dat kan natuurlijk ook. Maar, weet je wat? Ik ga eventjes nu wel met Colt. Want ik vind Colt wel een chille knokker, want dan kan ik iets meer op afstand blijven. En omdat ik nog niet heel sterk ben en nu op hoger niveau ga spelen, is het wel handig dat ik een knokker ben die iets sterker is op afstand. Codebouw, zegt Deentje in de chat. Ja, voor degene die dat natuurlijk wil en als je mij een beetje wil supporten, gebruik natuurlijk die codebouw. Wordt gewaardeerd. Oei. We moeten nu tegen een team die zilveren skins hebben. En die Crow die heeft nog zo'n Phoenix skin. Dus dit zijn wel spelers die in ieder geval veel geld hebben uitgegeven. Dat is één ding wat zeker is.
Anders heb je die Phoenix skin niet. En anders heb je ook geen zilveren skins. Nee, dat weet je gewoon zeker. Oké, okay, ik blijf er even hier staan. Oh, nice. Even hier uitkijken. Maar die Daryl kunnen we misschien nu wel hebben. Ja, die kunnen we hebben. Oeh, dat ging nog beter dan verwacht, om eerlijk te zijn. En dan heb ik nu bijna mijn super. Ja, ik wil die muurtjes hier weer even kapot maken. En die crow, die hadden we bijna, maar net niet. Gaat er nu gescoord worden? Oh, net niet. Oké, okay, ik ga even healen. En voor eventuele verdediging. Ja, oké, okay, toch niet healen. Ja, oké, okay, ik ga van nu hier even healen. Het is wel een spannend potje. Het zijn goede tegenstanders. In ieder geval, als je naar de skins kijkt, dan weet ik... Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het echt daadwerkelijk zo is. Maar zo zien ze er wel uit. En tot nu toe gaan we prima. We hebben nog geen goal tegen. En we spelen prima eigenlijk. Oké, okay, ik ga hier even de muurtjes kapot maken van hun. En die Mortis is nu ook weer dood. Goed gedaan voor Kaasbol. En oh, dit is chill, dit is chill, dit is chill. Misschien dat we nu kunnen scoren. Misschien dat we nu kunnen scoren. Dat zou chill zijn. En wat doet Mortis? Ja, nice! Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Gewoon op 600 trofee niveau gaan we ook eventjes winnen. En die namen nog één potje nodig. En dan kunnen we, zeg maar, opdrachten spelen. En dan gaan we, kunnen we echt snel gaan in de Brawl Pass. Dan gaan we dozen openen. En dan kunnen we upgrades doen. En ook knokkers natuurlijk vrij spelen. En dan moeten we even zien hoeveel geluk we dan natuurlijk hebben. Oh, Kaasbol die scoort nu helaas net niet. Gaat Kaasbol dood? Oh, hij gaat net dood. Oei, 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 oei. Ah, no. Jammer dat Kaasbol daar net dood ging. Want anders hadden we dat nog wel kunnen redden. Maar nu helaas net niet. Ik zet hier even mijn super in. Gewoon puur om die bosjes even weg te halen. En ik ga denk ik nu dood. Ja, inderdaad. Maar hij gaat gelukkig ook nog dood. Dus dat scheelt wel. En die super daar in, van Jesse in het midden, is wel even heel handig. Maar dit is wel echt een lastig potje, man. Dit is een lastig potje. Ah, ja, ik wou net zeggen, daar zit nog iemand. Oké, dan kill, maak ik wel even de eigen muurtje kapot. Maar we moeten hier nu gewoon even dit verdedigen. Daar komt het op neer. Oeh, dat scheelde niks. Dat scheelde niks. Oh, dat ging nog maar net goed. Oké, okay, ik ga hier even de bal wegpasen. En ik wil... Oké, okay, ik heb nu mijn super. Dus ik zou nu de bal kunnen krijgen. En dan met mijn super scoren. Boom! Boom, wat een lekker potje. Wat een lekker potje. Let's go. Trouwens, bijna 4000 likes voor degene die nog niet dat duimpje omhoog heeft gesmest. Doe dat natuurlijk even. Wordt gewaardeerd. Maar Kaasbol en Spennyboy, dank jullie wel voor het meedoen. Was even een mooi potje. En nu hebben we nog één potje nodig. En dan hebben we opdrachten vrijgespeeld. En we hebben trouwens coins. Oh shit, ik dacht even, we hebben een doos. Maar dat is niet het geval. We hebben coins. 50 coins erbij gekregen. Veen, de gamer, die had trouwens nog gedoneerd. 2 euro. Hier, je verdient het. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Misschien, ja, ik denk dat ik het net niet heb gezien in het scherm. Oké, okay, we gaan weer even trouwens nieuwe code creëren. Ik lief weer. Spenny en Kaasbol, dank jullie wel voor het meedoen. Je bent de grootste baas. Oh, thanks, thanks, thanks. Thanks, thanks, thanks. Oké, okay, maar ik verlaat weer en dan teamcode creëren. En dan kunnen weer nieuwe mensen meedoen. Fixie Flixie. Doneer 3 euro. Je moet iemand co-maken in de club, zodat hij 100ste kan kicken. Oké, okay, oké, okay, maar dat hoeft van mij niet. Ik van mij... Oh, we hebben nou een nieuwe. Doe meneer NL en Tobias. Ik ga zo meteen even kijken hoe goed ze zijn. Maar weet je, van mij per se hoeft de club ook niet enorm hoog. Maar we staan wel gewoon 15e. En het is gewoon ook leuk voor nu en voor de tijdens de stream. Maar zo meteen als de stream voorbij is en over een week is de helft weer geliefd. Dat was de vorige keer ook zo. Er was de helft van de club was ook wel weer geliefd. Maar wel ziek dat we gewoon weer 15e van Nederland staan. Insane. Maar ja, ik ben zelf dus helemaal niet actief in die club. Behalve op het moment dat ik aan het livestreamen ben. Maar zelfs dan doe ik niet zo heel veel met de club. Het is meer gewoon leuk. Het is meer leuk. Dat is het. Maar Fixie, nog dankjewel voor je donatie. En Playing Brawl Stars, ook dankjewel voor je 1 euro donatie. Ik zal even kijken. Doem meneer. En die heeft 12.000 trofeeën. Op zich dikke prima. Ik zal even knokken voorstellen. Hij heeft niet extreem hoge levels. Maar ik denk dat Tobias, daar kan ik beter eerst even naar kijken. Ja, hij heeft al zijn knokkers best wel hoog. Ik ga Bayern voorstellen. En dan kan ik hier iemand voorstellen. Oh, hij heeft nog best wel wat knokkers. Doe ik wel. Oh ja, ik wil cold zijn. Dus dan, hij heeft cold maximum level. Maar dat is dan niet zo handig. Misschien Jesse ook? Hoe hoog? Ja, Jesse. Doen we Jesse. Gaan we zo spelen. Go de Bows!
Ik vind het wel mooi om te zien hoe blij iedereen is altijd als ze joinen. Ja, en we hebben trouwens 4000 likes, dus dat is nice. En abonneer natuurlijk, dan gaan we natuurlijk richting die 400.000 abonnees. Dat is ietsjes meer dan 4000. Ja, dat is 100 keer zoveel. 100 keer zoveel. Hoe lang gaat deze sessie... Oh, hoe lang gaat deze serie door? Vraagt iemand in de chat. Nou, ik denk dat we best wel hier een soort van vaste serie van kunnen maken voor op woensdag. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan uiteindelijk kijken hoe hoog we dit account kunnen krijgen. En als er bijvoorbeeld een keer een update is, dat we dan natuurlijk wel gaan switchen. Moet even uitkijken. Of dat we dan, zeg maar, even iets anders gaan doen. Gaat Mortis nu scoren? Nee. Dat is chill. Moet hier even een beetje uitkijken. En dan kunnen we hier wat damage doen. Ah, oké. Okay. Ik zal hier even mijn super aanzetten. Nu maak ik mijn eigen goal kapot. Dat is ook niet echt slim. Oké, okay, ik moet even geconcentreerd spelen. Maar ik denk, ik wou zeg maar zeggen... ik denk dat we hier dan wel een vaste serie van gaan maken. Tenzij er bijvoorbeeld een update is dat we dan gaan livestreamen. En spelen met de nieuwe knokker op mijn hoofdaccount of zo. Ik denk dat dat ga ik nog wel doen. En dan doen we een soort van combi. Ja, ik denk dat dat leuk is. En ga ik nu scoren? Ja! Ziek! Oi, 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 oi. Die was weer nice, die was weer nice. Oké, okay, ik heb trouwens ook mijn super, dus dan wil ik die muurtjes even hier kapot zien te maken. Dan kan die Barley namelijk wat minder. En dan kan die Daryl ook wat minder. En ik ben nu trouwens ook bijna dood. Even hier helpen. Ah, ik mis alles! No, die Daryl deed dat ook wel slim en goed. Maar ja, het is een beetje stom dat ik alles mis. Oké, okay, ik heb die Daryl nog wel kunnen killen, dus dat is chill. Ah, dit is jammer, dit is jammer. Dat het dan net niet goed ging, hè? Ja, dat is gewoon weer sneu. Oh, stomme Barley. Ga weg. Oké, ik heb wel even mooie hits kunnen doen. Ja, top. En dan gaan wij nu pushen. Dan gaan wij nu pushen. Ik heb bijna mijn super weer. Dus die moet ik eigenlijk even hebben. Oh, die Mortis die verprutst echt al zijn shots. Dus dat is ook lekker. Ik ga even naar de andere kant. Oeh, die meneer die zat er eventjes niet meer achter. Dus dat is een beetje zonde. Maar we leven nog wel, dus we kunnen dit nog verdedigen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Die was even heel chill. Misschien dat dit gaat lukken. Ik kan hier met mijn super even die muurtjes kapot maken. Ja, top. En misschien dat we nu dan de 2-0 kunnen maken. En dan hebben we opdrachten vrijgespeeld. Volgens mij hierna hebben we vrijgespeeld. Als het goed is. En dan hebben we tot nu toe wel alles gewonnen. En ook op wat hoger niveau. Zeg maar, we winnen wel gewoon op ook hoger niveau. Ook al ben ik niet heel hoog qua knokkenlevel, zeg maar. Dus dat vind ik wel nice. Yay, let's go. Nice, 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 nice. Mag ik ook, please? Ja, dat kan ik niet beloven, helaas. Want ik ga gewoon met random mensen spelen de hele tijd. Dus je moet een beetje mazzel hebben om mij te kunnen joinen. En we hebben Colt trouwens bijna rang level 10. Maar dit is het moment waar we op hebben gewacht. We hebben opdrachten. Nice, nice. Oké, dat betekent dat we dat kunnen vrijspelen. Caroline, dankjewel voor je 1 euro donatie. Dankjewel. Maar eens kijken. Wat? No way. Check bijvoorbeeld met Barley. We hebben 5 opdrachten met Barley. En dit moet je hebben. Nu gaan we zo snel door de Brawl Pass heen. We hebben 4 opdrachten met Bol. We hebben 3 met Colt. Dus niet heel veel met Colt. 2 met Shelly. 2 met Nita. We hebben in Solo Showdown hebben we er 2. In Knokbal hebben we de 4. Dus we gaan gewoon Knokbal spelen. Met de edelstenen gaan we 3. En oh, dit zijn alleen voor de Brawl Pass. Dus die kunnen we helaas niet krijgen. Maar dit is wel insane. We kunnen zoveel opdrachten voltooien. Oké, we gaan met Poco spelen. Want Poco is beast. Tobias, D-meneer, dank jullie wel voor het joinen. Was nice. We hebben even goed gespeeld. Maar nu ga ik weer even met nieuwe spelen. En nu kunnen we dus opdrachten voltooien. Bijvoorbeeld versla 24 vijanden met Barley of in 5 gevechten. Als we dat een beetje doen in deze stream, gaan we zoveel dozen kunnen openen. En dan gaan we sowieso een nieuwe knokker krijgen. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Sarah die zegt ook zoveel opdrachten. Ja, het is inderdaad heel veel. Het is echt insane. Kijk, normaal gesproken op mijn hoofdaccount speel ik gewoon die opdrachten. Gewoon om zoveel mogelijk grote dozen te sparen of zo. Dat boeit me niet echt. Maar nu kan ik er echt iets krijgen. En nu moet ik er ook echt voor werken. Ja, op mijn hoofdaccount moet ik er ook echt voor werken. Maar dan gaat het wat makkelijker natuurlijk. Maar we hebben nieuwe mensen. Kaasbol, helaas jongen, ik moet je kicken. Wel bedankt voor joinen weer, maar ik moet je helaas kicken. Eend, en we zitten met... Hoi, ik ben Eroy. Ben benieuwd of dit goed gaat. Dit is volgens mij gewoon de 2e account van Eroy. Dus dat is ook wel baas. Eroy, legend.
Zal even Knokker voorstellen. In principe maakt het niet... Ze hebben Knokker zat laag. En Eend op zich ook wel. Ik zal gewoon even Gil voorstellen. Gil is wel goede Knokker. En Eroy die kan wel met Colt. Dat is helemaal prima. En dan gaan we spelen. En dan gaan we nu even opdrachten voltooien. Dan gaan we nu dozen vrij spelen. Weet je, dan hebben we, als we stel we hadden nu een win en we hadden een paar kills. We hebben 4 opdrachten met Barley en we hebben 4 opdrachten met Knokbal. Dus in totaal spelen we nu momenteel 8 opdrachten tegelijkertijd vrij. Dat is toch bizar. Alleen is Barley niet echt de geschiktste Knokker hier. Vind ik zelf. Sterker nog, ik vind Barley totaal niet chill. Oké, dit is balen. Maar ja, maakt niet uit. Eend kan gewoon die bal erin schieten. Rick Familie doneert 3 euro. Je bent de beste Brawl Stars speler. Thanks. Nou, denk ik niet dat ik de beste ben. Want ik bijvoorbeeld doe bijvoorbeeld nu krachtspelseizoen met Karel en Eend. Die zijn echt 100 keer zo goed als wat ik ben. Maar ik doe wel mijn best. En op zich, ik ben, medium. Ik ben gewoon normaal. We kunnen hier even mijn super neerzetten. Hopelijk ga ik even kills maken. Ja, heb ik nu een kill? Volgens mij heb ik 2 kills gemaakt zelfs. Oké, nice. Maar we hebben in ieder geval gewonnen. Dus het staat nu 2-0. En dan hebben we inderdaad gewonnen. We hebben nu in totaal hier 3 opdrachten. Win gevechten met Barley. Die hebben we gewoon 2 keer. Win 8 gevechten in Knokbal. Die hebben we nu. Speel 5 gevechten in het team. Die hebben we ondertussen ook nog. Die we kunnen voltooien. Win 5 gevechten met Barley. Versla 24 vijanden. En we hebben nog versla 15 vijanden in Knokbal. Oh, het is echt niet normaal. We hebben gewoon 3 pagina's met opdrachten die gewoon helemaal vol zitten. Insane. En dit gaan we dus gewoon lekker doordoen. Duurt wel eventjes voordat we de eerste opdracht hebben voltooid. Maar als we de eerste opdracht eenmaal hebben voltooid, dan gaat het wel wat sneller. We doen even nog 1 potje, omdat het goed ging. Doen we nog 1 potje en daarna ga ik weer een nieuwe code maken. Zou het trouwens heel tof zijn als we aan het eind van dit potje de 5000 likes hebben. We zitten nu op de 4500. Dus zou ziek zijn als dat gaat lukken. Ben benieuwd. Maar we moeten nu even geconcentreerd spelen. Weet je, winnen is het belangrijkste. Oh, Eroy gaat daar helaas dood. En kunnen we die Colt nu hebben? Hij heeft wel zijn gadget, die Colt. We krijgen ondertussen een donatie. Ik zal zo meteen even checken. Hier, hit. En, oké, top. Ik wil eigenlijk nog even iets meer kills maken. Maar dat gaat nog niet heel lekker, om eerlijk te zijn. Want ik doe ook bijna geen damage met Barley. Kon ik Barley trouwens niet upgraden? Ik zal zo meteen even kijken. Dat ik even iets meer damage doe. Want nu is dat wel echt heel weinig. Misschien dat Eend kan pasen. Ja, lekker. En dan kan ik... Oh, no! Ik mis hem! Oh, dat was echt mijn fout. Oh, wat slecht. Oké, we kunnen hier nu het hopelijk nog wel een beetje goed maken. Oh, no! Hoe kan ik die Max niet hebben gekild? Bro, die liep gewoon nog over mijn gif heen. En hij werd gewoon niet eens nog een keer geraakt. Ai, ai, ai. Ja, ik zie de comments al binnenkomen dat ik slecht ben. Ja, dit was ook wel een beetje slecht van mij, hoor. Dat geef ik helemaal toe. Oh, nice. We hebben nog even een kill. Die moesten we er even hebben. Oké, dan ga ik meteen mijn super inzetten. Want ik denk dat hun meteen naar voren lopen. Dat doen ze inderdaad. En dan doe ik gewoon lekker veel damage. Misschien dat we nu al wel kunnen scoren. Oké, nice. En dan hier mijn super weer. Kan ik nog een kill maken? Volgens mij heb ik ze allebei gekilled. Ja, ik heb echt vet veel kills gemaakt nu daar. Dat maakt de missen van net weer een beetje goed. Santa had gedoneerd. Ik had de club top 13 gepusht. Maar ik heb eigen club, dus... Was maandag geliefd en toen liefde everyone. Daarom is het dus een beetje leeggelopen. Maar ik snap je helemaal, Santa. Ik snap je helemaal. Als ik een eigen club zou hebben, zou ik daar ook gewoon voor gaan. Ja, weet je, het is natuurlijk leuk zo'n free-to-play club. Maar het is natuurlijk zo'n club die heel instabiel is. Waar de hele tijd mensen in en uit gaan. Dus ik snap je helemaal. Wel bedankt voor je donatie trouwens. Ziek veel kills. Ja, inderdaad. We hebben 5 kills, dus dat gaat wel lekker. En we hebben nu 4 pagina's vol. Bro, dit is niet normaal. We hebben nu 4 pagina's met opdrachten. Oké, als we nog 3 potjes winnen, dan hebben we in ieder geval de eerste dozen. Ja, dat hebben we dan in ieder geval. Dus dat is nice. Maar Eend en Eroy, dank jullie wel voor het joinen. Ik ga weer door. En dan gaan we meer opdrachten vrijspelen. Ik ga even een nieuwe code creëren. Dus nieuwe mensen kunnen meedoen. En ik zie trouwens dat we niet de 5000 likes hebben gehad. Zeer teleurgesteld. Nee, maakt niet zo heel veel uit. Ah, stiekem wel. Kim zegt, wow, ziek voor opdrachten. Ja, het zijn inderdaad ziek voor opdrachten. Het is inderdaad heel veel opdrachten. Nada, dankjewel voor je 1 euro.
Hier een vraag van Jasper. Welke provincie woon je? Ik woon in Gelderland. Ja, ja. Rond de Veluwe. Hé, hey, we hebben nu trouwens wel de 5000 likes. Dus dat is wel nice. Ik ga trouwens even kijken naar de nieuwe mensen. Dus dikke shout-out wie even dat duimpje omhoog hebben gespest. Kijk, nu is mijn enorme teleurstelling weer goed gemaakt. Maar we gaan even een potje doen. Oh, joh. Hij heeft gewoon Rufs, kracht level 10 en hij heeft helemaal niet zo heel hoog. Dat is wel baas. Oké, nou, dan gaan we lekker met Rufs spelen. Flo heeft hoeveel trofeeën? 24.000. En ook best wel wat hoge knokkers, dus dat is nice. En we spelen ook met Jordi en die heeft 25.000 trofeeën. Dus op zich hebben ze beide wel wat trofeeën. En Jordi heeft al zijn knokkers wel hoog. Dus dat is een beetje jammer. Maar we gaan er alsnog het beste van maken. Jesse is OP. Ik weet alleen niet of ik dan eigenlijk Barley moet zijn. Want Barley is dan op 700 trofeeën niveau echt niet goed. En we kunnen hem ook niet upgraden. En we hebben met alle andere knokkers ook nog vet veel opdrachten. Ah, weet je wat? Dan doe ik nu even cold. We doen nu even een potje cold. Als we zo meteen op wat lager niveau zitten, dan ga ik weer andere met... Moet ik even nadenken. Met Barley spelen. Ik woon ook in Gelderland. Welke plaats? Ik woon in Hattem City. Ik zag trouwens donatie van Santa binnenkomen. Ik ga zo meteen even kijken naar je berichtjes. Want we moeten nu natuurlijk even geconcentreerd spelen. Even zorgen dat we die Mortis killen. Dat doen we ook. Jongen, ondanks dat ik geen damage doe, gaat het eigenlijk wel vrij goed. Ik ga even hier de boel slopen. Ja. Dat is chill. En misschien dat er nu al gescoord kan worden. Nee, dat dan weer helaas niet. Uh-oh. Ja, dat kon niet goed gaan. Dat is het nadeel. Zeg maar, als ik iets meer damage deed met... met Colt had ik dat misschien nog kunnen verdedigen. Oh, dit gaat nog maar net goed. Oké. Nou, dit wordt wel weer een heel spannend potje, zacht gezegd. Wat gaat die Mortis doen? Die gaat wel lekker damage krijgen door die super van Jesse. Die Primo doet ook wel heel dom. Oké, dan staan we er nu in één keer heel goed voor. Ik denk dat we nu wel even een goal moeten kunnen scoren. Ja, nee. Net niet. Dat is wel weer jammer. Die El Primo, die zet nu zijn super in. Maar dat is eigenlijk helemaal prima. Want hij raakt niemand van ons. Alleen jammer dat Jesse net dood gaat. Die Daryl moet ook even dood. Ah, no. Dat scheelde niks. Oké, we gaan op zich prima. Maar nog een echte goal hebben we nog niet kunnen scoren. Ja, dat is weer een beetje jammer, hè. Oké, misschien nu. Oké, ja. En hoe gaan we dit doen? Ik wil proberen eigenlijk met mijn super te scoren. Ja, nice. Hoppa. Dat was even een lekkere goal. Dan staan we er weer goed voor. Want we staan voor. En het maakt niet uit of ik op 500 trofeeën speel of 1000. Jongen, we winnen alles. Ah, help. Oké, die bal weg. En dan zet ik hier mijn super in. Oké. Dit is jammer. We krijgen nog een donatie met nog een comment erbij. Ik ga zo meteen naar dit potje. Ga ik ze beide even kijken. Ik moet nu even geconcentreerd spelen. Want we hebben nog 20 seconden. Ah, no. Nee, zo weinig seconden nog en we hadden het potje gewoon. Oei. Oh, dit is jammer. Oké, maar er is nog niet heel veel aan de hand, want het zou nog steeds goed kunnen komen natuurlijk. Maar ik doe zo weinig damage en dat is wel een beetje irritant. Oh, goed gedaan van die Daryl. Oké, het eerste potje wat we hebben verloren. Jammer, maar dat is natuurlijk een nadeel. Ik zit al met weinig trofeeën. En laag level. En dan moet ik ook nog op hoog niveau. Nou, hoog niveau 700 trofeeën. Maar dat is wel redelijk niveau. Maar ondanks dat spelen we natuurlijk wel lekker opdrachtenvrij. Joshua, dankjewel voor je 1 euro donatie. En Bruce is mod bij Siebe. Dankjewel voor je 2 euro donatie. Wil je mijn club promoten? Bouws Army 2. Ja, ik kan het wel even doen. Maar er zijn zoveel Bouws Armies 2's. Dat is echt niet normaal. En even voor de duidelijkheid. Ik zelf heb geen Bouws Army 2. Dus zeg maar, voor mij persoonlijk, ik zit niet in een van die clubs. Want ik hoor wel eens mensen die zeggen... Oh, ik heb met Joran Bouws zijn tweede account gespeeld. Die zit bij mij in de club. Dat kan niet. Dat kan helaas niet, want ik zit in geen club. En Santa had ook nog 3 euro gedoneerd. Ik had trouwens onder een van je video's een leuk minigame idee... die 250 mensen hadden geliked. Ik zal dan even door de comments kijken onder de vorige video's. Maar ja, ik upload vrij veel, dus dan moet ik even goed doorkijken. En Laura, ook dankjewel voor je 1 euro donatie.
Maar is dit trouwens weer een nieuw iemand? Nee. Dit is dezelfde. Flo en Jordi, dank jullie wel voor het meedoen. Ik lief weer even. En dan gaan we weer met een nieuwe team spelen. Dus jullie kunnen joinen. Ga je dozen openen? Vraag Martijn. Oh ja, zeker ga ik dozen openen. Daarvoor ben ik nu volop aan het strijden. Ik ben aan het strijden om die dozen te verdienen en knokkers te krijgen. We zitten met Shadows 2. Oké, ik heb al een potje gespeeld met Shadows hoofdaccount. Maar nog niet met zijn hoofdaccount. En hij heeft dus een Bows Army 2. Dit is de officiële Bows Army. Die runt Shadows. Maar ik zit daar dus niet in. Zo, daar moeten jullie dus rekening mee houden. Ik zit hier niet in. Maar er is dus, dit is de officiële. Voor de rest heb je natuurlijk meerdere. Oh, je hebt ook een Bows Army 3. Ik ben niet helemaal op de hoogte. Dat is wel ernstig. Maar we gaan gewoon lekker spelen. En dan ga ik nu wel even met Barley. Of de real timer. Heeft hij veel trofeeën? Ja, hij heeft vrij veel trofeeën. Oké. Heeft hij een knokker die laag zit? Hij heeft Sprout, Brock, Tick. Ja, Tick vind ik wel. Tick is echt een goede knokker. En dan kan Shadows met z'n tweede account met Spike. Dan doen we het op die manier. Real timer. Ja, hij is blij. Go de Bows. Sowieso. Thanks, man. Oké, let's go. Eigenlijk was misschien Tick helemaal niet zo handig. Want ik bedenk me nu dat ik natuurlijk Barley ben. En met Tick en Barley, dan heb je gewoon twee trouwens in één game. Nou, we gaan dan kijken. Kijken of het misschien wel goed gaat komen. Oké, nou, dat was meteen een kill. Dus als het zo doorgaat, dan gaat het wel goed komen. Dan gaat dit hartstikke goed komen. Ik zal even die bal passen naar Shadows. En kan die bal inlopen? Ik zal hier trouwens even hier extra damage doen. Oh, net niet. Ah, oké, nice. Easy. Oké, misschien dat Tick toch een goed idee was. Dat gaat hartstikke goed. En dan ben ik benieuwd. Ja, hoeveel potjes hebben we nog nodig voordat we mijn eerste opdracht hebben vrijgespeeld? Het duurt te lang. We spelen al een tijdje. En de opdrachten krijg ik nog steeds niet. Ja, op zich valt het ook wel mee. Moet nu even uitkijken. Ik ga net niet dood. Ik heb nog 50 HP over. Dan ben ik bijna geraakt op bui. Ik moet even HP erbij krijgen en dan kan ik weer in de aanval. Ja, top. En nu kan ik mijn super hier gooien. En dan doe ik nog even extra damage. En Shadows kan al scoren. Nice! Let's go! Dat betekent dat we weer even een mooie goal erbij hebben. En dan gaan we lekker even weer natuurlijk meer potjes en meer dingen winnen. En meer opdrachten vrij spelen, zoals jullie hier zien. Oké, we hebben bijna de eerste punten binnen. We speel 5 gevechten met het team. Die hebben we bijna voltooid. Verslaan 15 vijanden. Daar heb ik er nog met 2 voor nodig. En richt 100.000. Ja, 100.000 schade aan. Die hebben we ook bijna. Dus we hebben nu bijna de eerste opdrachten voltooid. Waardoor we eindelijk weer een grote doos kunnen openen. Want hierbij beloningen, we krijgen nu een grote doos, dan knokdoos, dan grote doos en dan een megadoos. En die megadoos wil ik deze stream sowieso openen. En de kans is zo groot dat we daar dan een knokker uit krijgen. Dat is niet normaal. Maar Shadows, de real timen. Dank jullie voor het meedoen. Maar ik ga nu wel lief. Ik ga weer nieuwe mensen een kans geven. Als je geen nieuwe kan ik met 2 keer speed niet gebruiken. Ja, dat is waar. Want zeg maar op het moment dat jij de stream kijkt en je doet de tijd keer 2, dan kan je dus, kijk je net wat meer vooruit dan de rest. En dan kan je deze code net iets eerder zien. En als ik de hele tijd dezelfde code gebruik, dan kunnen de hele tijd dezelfde mensen joinen. Maar dan vind ik dan weer, of nee, dan kunnen de hele tijd weer nieuwe mensen joinen zonder dat ik de hele tijd een nieuwe code hoef aan te maken. Maar het nadeel is dan wel vervolgens dat de mensen die in het begin de code niet hebben gezien, dat niet kunnen joinen. Of ik moet het dan ergens neerzetten in de reacties of zo. In ieder geval, we doen het nu even nog op deze manier. We zitten met Kaasboy. Kaasbol. Die is al gejoined, dus ik moet je helaas kicken. En Eroy. Is dit de officiële Eroy? Ik heb geen idee. Of dit de officiële Eroy is. In ieder geval, 5 euro donatie van Bruce is mod bij Sieben. Joran, ik heet Bruce. Mijn club. Ik heb maar 17k, maar wel bedankt voor Bows Army 2 te promoten. Oké. Graag gedaan. Maar ik zal trouwens even knokkers voorstellen. We zitten ook met Lars King. En die heeft 21.000 trofeeën. Dus dat is wel redelijk wat. Eens kijken. Hij heeft ook een Lou wel redelijk laag. Dus die ga ik even voorstellen. En Eroy kan wel met Bibi. Alleen weet ik dus niet of dit de echte Eroy is. Lars King vindt het ook mooi dat hij mee kan doen. Oké.
Hij heeft alles level 1. Bro, dat is wel ziek. Hij heeft gewoon Shelly level 1 en dan gewoon op 500 trofeeën. Dat is wel ziek. Oké. Dat is wel echt lijp. Oké, maar we gaan nu even een potje spelen. We gaan eens kijken. Of dit goed gaat komen. Kick, laatste. Ja, ik ga gewoon elke keer dan weer even eruit. En dan kan ik weer opnieuw. Oh, dan kunnen jullie weer opnieuw joinen. Op die manier doe ik het. Zodat iedereen evenveel kans heeft om een keertje mee te doen. Maar ik denk dat we nu hierna de eerste megadoos kunnen openen. Ga ik vanuit. Als we natuurlijk een paar kills maken. En als we een paar opdrachten voltooien. Oh, dit gaat nog niet heel best. Dit gaat nog niet heel best. Waarom moeten we tegen zo'n goed team? Wat? Nou, zo heel goed was het team. Nou, ik weet niet hoe goed het team was. Maar ze hebben wel goede knokkers. En dat is wel een beetje balen. Ik gooi gewoon meteen mijn super neer. Doe ik wel even mooi wat damage. Oh, dit wordt wel even ingewikkeld om dit nu nog te winnen. En Eroy heeft natuurlijk ook een krachtlevel 1 knokker. Maar echt hoog niveau spelen we ook niet. Dus dat is dan wel weer een beetje balen. Ah, bro. Oké, ik denk dat we dit potje helaas gaan verliezen. Ik denk het wel. Maar we geven natuurlijk niet op. Altijd door blijven strijden. Nooit opgeven. Gaat die mortis nu gekild worden? Ja. En ik kan hier nu mijn super gooien. En misschien dat we dan nu de door... Oh, ik wou net zeggen. Waarom maakte ik die kill niet? Ja, lekker. Goeie goal van Lars. Oké, dit zou wel ziek zijn als we dit potje nog gaan winnen. Want ik dacht echt net, nou, dit gaat nooit meer goed komen. Maar dat kan nog wel, dat kan nog wel. We moeten even een hit doen, dan heb ik mijn super. Ja, oké, top. Dan gooi ik mijn super en dan kunnen we nu even pushen. Oh, die mortis. Oké, hoe gaan we dit doen? Ja, die Colette die doet te veel damage, maar ja, die is nu dood. Dus dat is chill, maar ik ga nu sowieso dood. Ja, inderdaad. Oh, die mortis is zo irritant. Helemaal als je Barley bent en je bent niet hoog level, dan is dat zo lastig. Maar ik heb in ieder geval heel wat damage gedaan. Dus ik denk dat ik in ieder geval... Oh, stel we verliezen dit potje. In ieder geval daarmee nog opdrachten heb voltooid. Ik ga... Oh, no. Dan gaat die mortis. Dat was wel slecht voor mij. En die mortis. Misschien dat we die nu kunnen hebben. Of in ieder geval eentje. Ja. Die moeten we nu hebben. Oh, bijna. Oké, top. Ik heb in ieder geval één kill kunnen maken. En die mortis die blijft heel irritant doen. Maar die kan nu niet zoveel. Die gaat daar natuurlijk wegleiden. Die Colette die moeten we nu ook hebben. Ja. Eroy kan die wel hebben. En die Byron die kunnen we nu ook hebben, denk ik. Ja. En Eroy, gaat dit nog goed komen? Oh, ja. Oké, nice. Ik zou even met mijn super proberen die Colette meteen even low te krijgen. Want dan kan ik iets minder aanvallen. Nou gaat dat niet heel goed. Maar goed genoeg. We hebben controle en de muurtjes gaan nu weg. Dus als wij nu 1 of 2 kills weten te maken, dan kan het goed komen. Lars King heeft ze super, dus hopelijk gaat hij scoren. Hij doet het! Lars King Legend! Wat een baas. Dat deed hij toch wel eventjes goed. Ik weet niet hoe... Wow, yo! Oké, we hebben nu even een paar opdrachten voltooid. We hebben er meteen 3 voltooid. Ik dacht dat we er 1 of 2 zouden voltooien, maar dit is wel heel veel. Fire Gene, dankjewel voor je 1 euro donatie. Maar de volgende game, als we winnen, dan gaan we ook weer meer voltooien. Maar dit is in ieder geval nice. Dit is nice. Dit is even lekker. Want dan kunnen we nu de eerste doos gaan openen van deze stream. Ja, ik heb 1 knokdoos geopend. Nou ja, dat is natuurlijk nog niet heel veel. Maar Lars King, wel GG's hoor. Dat deed je lekker. Maar we gaan een grote doos openen en een knokdoos. Dus hierin kunnen we misschien een nieuwe knokker krijgen. Wat denken jullie? Gaan we een nieuwe knokker krijgen? Of gaan we geen nieuwe knok krijgen? En als we zo meteen meer opdrachten voltooien, gaan we die grote doos en megadoos ook nog wel vrij spelen. En misschien nog een paar grote dozen daarna. De eerste megadoos is bij 20. En dan heb je bij 30 weer. Dus om de 10 heb je een megadoos. Maar in ieder geval die megadoos die we daar zo meteen hebben, die gaan we sowieso vrij spelen. Maar wat denken jullie? Gaan we een nieuwe knokker krijgen uit de megadoos? Oh nee, uit de grote doos. Uit de grote doos. Nu hebben we een grote doos. En zo ja, welke knokker? Laat het weten. Fire Gene, doneer 2 euro. Ik zit in de club en heb 28.000 trofeeën. Thanks voor je donatie. En 28.000, dat is wel behoorlijk veel. Dat is wel behoorlijk veel. Er zijn echt mensen die denken dat ik Amber ga krijgen en Sandy en allemaal legendarische knokken zie ik bij voorbij komen. Crow. Ah, mij lijkt het wel heel sterk dat ik een van die knokkers ga krijgen, maar dat zal wel echt heel ziek zijn. We gaan het gewoon zien. Ik hoop het wel. We gaan erachter komen.
We hebben 2 resterende items. Dan moet hij hierna gaan knipperen. Dan moet hij nu gaan knipperen. Ah, no. Oké, maar we kunnen Colt wel upgraden. En we kunnen Barley ook upgraden. En we krijgen tokenverdubbelaars. Dus alsnog ben ik tevreden. Maar ik had gehoopt op een knokker. Echt iedereen gelooft erin dat ik een knokker zou krijgen. Of in ieder geval de meeste. Helaas niet gelukt. Maar we gaan doorstrijden. En we hebben nu zoveel opdrachten die we bijna hebben voltooid. Dat we waarschijnlijk... Kijk hier, bij Barley. Ik heb zoveel bijna voltooid. Dat we waarschijnlijk binnen een paar potjes wel die megadoos kunnen claimen. En dan kunnen we misschien echt een goede knokker krijgen. Op dit account, omdat we zo laag zitten... Kan het toch niet anders zo zijn dat we dan een knokker gaan krijgen. Eroy en Lars King, wel dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga wel door naar de volgende. Was ik goed, Joran? Ja, jongen, ik zei toch, je deed het ziek goed. Maar ik ga wel door naar de volgende. Niet omdat je niet goed speelde, want je speelde wel goed... Maar gewoon omdat ik nieuwe mensen kans wil geven. Maar uit die megadoos daar moeten we even iets krijgen. Als we daar niks uit krijgen, dan baal ik er echt van. Dat zal echt balen zijn. En we kunnen natuurlijk bij de 500 trofeeën. Oh. Jesse. Ja, Jesse was het. Jesse kunnen we dan krijgen. We zitten bij met Pingwing en Lavant. Oh, Lavant heeft volgens mij ook wel eens gejoined. Maar ik kan het even laten zien. We krijgen trouwens speciale evenementen bij de 350. Oké, nice. En bij de 500 krijgen we dus Jesse. Dus dat is ook nice. En dan de eerstvolgende krijgen we Brock bij de 1000. Met Jesse, dat gaat lastig worden, maar misschien dat dat gaat lukken. Hoeveel trofeeën? Ik denk dat ze wel redelijk veel hebben trouwens. Ja, oei, behoorlijk veel trofeeën. Lavant, hoeveel heeft hij er in totaal? Even kijken, ik denk dat hij wel 30k heeft. Oh, 28, dus dat is behoorlijk wat. Dus even een knokker voorstellen. Oké, weet je wat? Ik laat hem lekker met Morten spelen. Dat is wel nice. En misschien een Jesse of Penny of iets dergelijks. Hoe hoog heeft hij zijn Jesse? Oh, net te hoog. Die heeft hij 700 plus. Dus dan doen we wel Penny. Penny is ook goed. Dan gaan we het op die manier doen. Eens kijken of we kunnen winnen. Maar ook al win ik niet. Ik heb natuurlijk ook opdrachten dat ik damage moet doen en gewoon potjes moet spelen. Dus dat... is ook goed, zeg maar. Want ik hoef niet per se te winnen. Maar als ik win, dan gaan de opdrachten wel nog sneller. Maar eens kijken of dat gaat lukken. Met mijn Barley. Oké, die heb ik nu wel. Ja. Dat is mooi. En, ah ja, ik durfde mijn super daar niet in te zetten. Ik was bang dat het dan niet helemaal goed ging. En deze gaat wel beter. Want dan kan ik hier mooi op die Tara hits doen. Ai, 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 ai. Oeh, dat ging nog maar net goed. Gaat Lavant nu kunnen scoren? Ja, die gaat scoren. Die B, die was afgeleid. Die was op mij aan het richten. En dat had hij beter niet kunnen doen. Dus we gaan weer gewoon winnen. Op redelijk niveau. Terwijl dat ik met een super lage knokker zit. Is dat wel nice? Dit is wel nice. Ik vind het wel leuk. En hierdoor leer ik denk ik ook gewoon wat beter Brawl Stars spelen. Want ik leer gewoon wat voorzichtig te spelen. Op mijn hoofdaccount heb ik best wel af en toe de neiging om heel erg aanvallend te spelen. Maar als ik dat nu doe, dan word ik gewoon meteen afgestraft. Ik zie trouwens een donatie van Santa. Ik zal zo meteen weer even gaan kijken. Zo. Oi, 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 oi. Oké, nu ga ik denk ik wel dood. Denk ik. Ik ga eerst even die bier pakken. Zorgen dat we daar geen last meer van hebben. Gaat dit nog goed? Nee. Ah, ja, dat is jammer. Dit is jammer. Het ging zo goed. Het ging zo goed. En nu staan we weer gelijk. Met nog een minuut te gaan. Wel lastig. Het is wel lastig om hier echt... Ah, oh, joh. En moet je ook zien. Zo'n Mortis heeft me gewoon in 2 shots. 2 shots en hij had me gewoon. En ik denk dat ze nu al gaan kunnen scoren. Denk ik hoor. Denk ik. Weet ik niet zeker. Nou, oké. Okay. Toch nog niet. Oké, dat is chill. Hebben we toch nog wel een kans. Die doet irritant. Nog een donatie van Glenn. Dankjewel voor je 1 euro donatie. Maar we zitten hier een beetje opgesloten. Ik zal even mijn super neerzetten. En dan doe ik wel iets damage. Oh no! Die super van Tara. Oké. Kan Penny hem daar nog hebben? Nee. Oh! Oh joh, dat was wel echt heel slecht van die Mortis. Die had hij gewoon in kunnen lopen. Wat? Oké, nice. Dan kan het toch wel goed komen. Lavant, ik weet niet of er veel ruimte is voor. Ah, hij gaat helaas dood. Ja, ik had geen idee of dat zou kunnen lukken. Dat hij daar zou scoren. We kunnen hier even damage doen op die Mortis. En die Tara, die is ook weer gevaarlijk. Want die heeft ze super. Dat is super irritant. En oké, die Mortis gaat dood. Dat is chill. Dan moeten we eigenlijk nu proberen te scoren. Want er zijn 2 van hun dood. En ik ben de enige van mijn team die dood is. Oké, nice. B. Oh, en het is jammer dat die Mortis dood gaat. Ik zal hier even mijn super neergooien.
Ik raak er alleen niks mee. Dat is weer jammer, dat is weer jammer. Oké, die Tara. Oké, nice, die hebben kunnen ontwijken. En hier. Oh, dat scheelde helemaal niks. Dat scheelde helemaal niks. Ik zal die bal even wegpassen. En ik ga nu dood. Ja, daar kon ik niet zo heel veel aan doen. Maar gaat Lavant dit nog kunnen verdedigen? Oh, dat was zo dom van die bee. Dat was zo dom. Oh, dat was echt heel stom. Maar ja, dat is voor ons natuurlijk chiller. Oh, maar gelijk spel zou eigenlijk ook al bizar zijn als dat nu gaat lukken. Want dit team, die heeft zijn levels... Oh, we zijn sowieso veel hoger. Ah, die bee, doe niet zo irritant. Ik ga niet lekker. En... Oh, waar is die bal? Oh! No, net niet. Oh, ja, 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 ja. Dit was echt een spannend potje. Oh, ja, ja, ja. Maar check ook, wij waren, ik was level 2, ik kreeg level 2, Pingwing 7. We moesten tegen een team die gewoon alles maximaal level hadden, dus dan wordt het wel lastig. Maar ondanks dat verdienen we natuurlijk nog steeds punten voor opdrachten. Ik moet nu nog 8 vijanden verslaan met Bardi, dan heb ik 500 punten erbij en ik moet nog wat schade aanrichten. Dus die opdrachten voltooi ik nog steeds, dus dat is wel nice. Maar Lavant en Pingwing, dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga weer door naar de volgende. Kan ik je als vriend hebben? Ik denk dat mijn... Oh ja, 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 dat kan natuurlijk. Ik zal Pingwing ook. Oh, dat denk ik trouwens de vorige stream. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ik voeg iedereen toe als vriend. Maar dat is een beetje zonde dat ik dat een beetje vergeten ben. Dus sorry voor iedereen die is al gejoined. Sorry, sorry, sorry. Maar ik ga lieven. En we gaan weer een nieuwe code creëren. En Santa had net nog gedoneerd, 3 euro. Ik ben rustig live aan het doneren. Ik wil shout-out geven naar alle Santa Army leden. Love naar jou ook. Thanks Santa. Thanks. Dat is trouwens de donatie van al 2 minuten geleden. Dat was tijdens het potje. Maar ik dacht, ik lees hem nog even voor. We zitten met Mr. Case. En deze guy heeft 40.000 trofeeën. En rank level 35. Sprout Nita. Ai, 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 ai. Oei, oei, oei. Oké, dit betekent dat we minimaal op rank level 25 niveau moeten spelen. Minimaal. En we zitten ook met Gekke Willy. En die heeft gelukkig iets minder trofeeën. Maar dit gaat heel lastig worden. Maar Gekke Willy kan met zijn beste knok spelen. Dat maakt niet uit. Oei, 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 oei. Hoe gaan we dit doen? Lekker, man. Ah, oké. Die Mr. Case in de eerste try heeft hij het meteen gehad. Dat is wel ziek. Gekke Willy ook. Jojo, jij bent goed. Ja, dit is wel ziek. Ik denk dat dit heel ingewikkeld gaat worden om dit te winnen. Hé, hey, dat is wel baas. Hij heeft de hoogste krachtspelpositie 21. Dat heb ik op mijn hoofdaccount. Heb ik dat ook. Dus dat is wel nice. Maar, weet je wat? Ik laat het aan. Of weet je wat? Ik ga nu even met Colt spelen. Dan upgrade ik die even. Die heb ik nu kracht level 4. Dan heb ik iets meer kans om een beetje goed te kunnen helpen. Glenn, dankjewel voor je 1 euro donatie. En 2 keer voor je 1 euro donatie. Je doneert 2 keer 1 euro. Dus eigenlijk, dankjewel voor je 2 euro donatie. Welke knokken moeten kiezen? Meneer Kees, je mag het zelf weten. Je mag het zelf weten. Als jij denkt, we gaan spelen op 1000 trofee, mag je dat weten. Maar als jij zegt, we gaan spelen op 760 trofee, dan mag je het ook zelf weten. Dus ik laat de keuze aan meneer Kees. En Gekke Willy, Shelly, helemaal prima. Kom ik aan met mijn kracht level 4. En we moeten sowieso tegen zieke pro's. Gamebows, dankjewel voor je 1 euro donatie. En Ruun de Gamer, ook dankjewel voor je 1 euro donatie. Kijk, hier komt Gamebows. Eigenlijk moest ik ze andersom zeggen. Wow, spammer. Oké, okay. Kees YouTube. Oké, okay, hij heeft dus een YouTube kanaal. Wat de meeste pro's hebben, heel veel pro's hebben dat. Oké, maar we gaan dus spelen op 900 trofee. Hij heeft gekozen voor Mortis. En dan moet ik proberen te winnen met mijn Colt op 900 trofee. Dat gaat nooit goed komen. No. Dat gaat nooit goed komen. En waarschijnlijk moeten we nu ook gewoon even zoeken. Ik speel met de kracht level 4 op 900 trofeeën. Maar als we winnen, dat zou echt legendarisch zijn. Dat zou legendarisch zijn. Oké, daar gaan we. Jesse, Sandy, Amber en sowieso dat dit een goed team is. Maar we gaan er het beste van proberen te maken. Oh no. Oh oh oh. Ik krijg meteen te veel damage tegen. Oké, okay, meneer Kees heeft trouwens wel meteen een kill. Dus dat is nice. Ik ga even hier wat hits doen. Ik ga nog niet te aanvallend. Ik wil eigenlijk gewoon even zorgen dat ik mijn super krijg. Dat ik even muurtjes kapot kan maken. En dan natuurlijk aan hun kant. Dat moet ik eigenlijk proberen te fixen. Oh, Gekke Willy gaat dood. Dat is jammer. Ai, 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 ai. Gaat dit nog goed komen? Gaat dit goed komen? Ja, dit komt nog heel eventjes goed. Maar Gekke Willy gaat dit denk ik niet meer kunnen verdedigen. Nee, inderdaad.
Oh, dit is niet te doen. Dit is niet te doen op de hele trofeeën. Ik probeer zo mijn best te doen, maar het is echt lastig gewoon. Oké, ik ga nu al denk ik dood. Ja. Oh. Maar we geven het niet op. We blijven doorstrijden. Ik heb nu in ieder geval mijn super. Dus ik ga nu proberen de muurtjes voor een goal weg proberen te halen. Maar ja, dan moet ik daar natuurlijk wel eerst komen. Voordat ik die weg kan halen. Oké, nu kan ik ze weghalen. Top, 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 top. Dan heb ik in ieder geval even een gat gemaakt daar zo. Ik ga nu wel dood. Dan heb ik in ieder geval voor gezorgd dat ik iets meer kan. Kees is volgens mij wel ziek pro met mortars trouwens. Ik ga nu wel net dood nu ik dat zeg. Maar volgens mij is hij wel vrij goed. Oké, hier even ontwijken. Oké, dit is wel lekker ontweken. Gaat Kees hier nog iets kunnen doen? Ik ga gewoon even die bal weghalen hier zo. En oh, dit kon gewoon niet goed gaan. Ja, op 900 trofeeën wordt het wel heel moeilijk om een win te halen. Maar op zich vertooi je natuurlijk nog steeds opdrachten. Maar even kijken hoe goed die lui waren waar we tegen moesten. 34.000 trofeeën. 33.000 trofeeën. Ja, op zich wel goed, maar niet super, super hoog of zo. Kees was wel beter, maar dit is gewoon lastig. Het is gewoon lastig. Kees, wel dankjewel voor het meedoen, gekke Willy. Oh, die heb ik al als vriend in het spel. Ook bedankt voor het meedoen. Ik ga je nu helaas wel eruit zetten. En dan hebben we weer twee nieuwe mensen. En hierna creëren we weer een nieuwe code. Maar nu kunnen we even spelen op iets chillen niveau. Ja, dat is nice. Dan stel ik even Colette voor. En dan kan jij met Tara, denk ik. Tara is wel een goeie, inderdaad. En dan ga ik weer met Barley, want ik heb met Barley veel meer opdrachten. En dan ga ik Barley trouwens ook even upgraden. Dan upgrade ik Barley even naar level 3. Let's go. Met Storm en Patat gaan we hopelijk winnen. Wanneer komt Stu in de game? Nou, als jullie misschien een beetje Brawl Stars in de gaten hebben gehouden op Twitter. Die hebben daar een update over gegeven. Er waren wat technische problemen. Dus het is iets lang, zeg maar, het duurt iets langer voordat hij in de game komt. Dus dat is een beetje jammer. Maar alsnog, hij komt eraan. En waarschijnlijk is het ergens volgende week. Dus hou er rekening mee dat het niet deze week is. Gaan we nu kunnen scoren? Ja, top. Top, 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 top. En ik zie trouwens nog een donatie van Glenn, 2 euro. Hoe laat ga je live? Nou, ik ga nu live tot en met ongeveer, moet ik nog even denken, denk 5 uur ongeveer. Oh shit, ik kan nu net niet scoren met mijn super, dus ik hou het nog even in. En dan kan ik nog wel even extra damage doen, dat is voor mijn opdrachten natuurlijk goed. Ik laat die boel nog even killen. Oh, ik wou hem eigenlijk zelf killen. Nou, maakt niet uit. Maar tot ongeveer 5:30 gaan we live. Dus we gaan nog wel eventjes een uurtje live. Misschien nog wel langer. Maar hier hebben we een win. Hebben we nu opdrachten. We hebben nu 1 opdracht met Barley weer voltooid. Dus dat is nice. En hebben we nu weer een doos? Ja, sowieso. Sowieso. Ja, we hebben weer iets. We hebben een grote doos. Gaan we nu een knokken krijgen. Ondertussen nog een donatie van Santa Brawl Stars. 3 euro. Kan je je ook ergens anders bereiken dan via donaties? Hashtag Santa Army, hashtag Bowser Army. Nou ja, het probleem is, ik word op Insta en overal altijd helemaal volgespamd. Ik krijg zoveel berichten van iedereen dat ik gewoon onmogelijk op alles kan reageren. Dus het is een beetje lastig om dan echt in contact te komen met mij. Dus dat is wel jammer. Maar we gaan nu in ieder geval even die grote doos openen. Ik zie allemaal mensen binnen, allemaal knokken zeggen. Ik zie iemand Rosa. Wie zei Rosa? Hier, Dino Duif. Die zei Rosa. Ik denk ook dat we Rosa gaan krijgen. Rosa is wel zo'n knokker waarvan ik denk, ja, dat gaat wel lukken. Luc en Rohan denken dat ook. Oké, we gaan erachter komen. Ik denk dat we Rosa gaan krijgen. We hebben 3 resterende items. Dus het kan nu misschien gebeuren. Het kan misschien nu gebeuren. Het kan lukken. We hebben 3. We hebben 3. Ah, no way. Ik dacht echt dat we nu een knokker zouden krijgen. Oké, maar we hebben zometeen nog een megadoos. En die gaan we zometeen kunnen krijgen. Ik moet 1 opdracht voltooien en dan hebben we die megadoos. Storm en Patat, trouwens, dank jullie wel voor het meedoen. Maar ik ga weer even door naar de volgende. En dan gaan we weer even code creëren. Oh, no. Ik dacht echt, we hebben niet. We hebben niet. Ai, 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 ai. Iedereen die ook dacht dat ik Rosa zou krijgen. Jullie hebben het allemaal fout. Ik had het fout. Jullie hebben het fout. Iedereen heeft het fout. Ja, balen. We zitten met Pjaardappel en met Mr. Pingwing. Volgens mij, Mr. Pingwing hadden we al gehad. Oh, ben ik nou net vergeten een vriendschapsverzoek te sturen? Sorry daarvoor. Pjaardappel die had de vorige stream volgens mij heel vaak gejoined. In ieder geval, ik zag een video ergens op YouTube volgens mij dat hij ziek vaak was gejoined. Dat had hij wel slim gedaan.
Maar we gaan gewoon lekker spelen. En ze hebben lage knokkers, dus dat is nice. In ieder geval qua trofeeaantal. Dus dan kunnen we even snel binnenhalen. Pjaardappel! Ja, die heeft al een paar keer meegedaan. Oké, okay, maar we gaan nu even ownen. Want ik denk dat we nu tegen bots moeten. Oké, okay, top. Dat is één kill. Ik wil eigenlijk gewoon even snel de kills krijgen. En ja, nice. Ik wil even hier die kill van Nita ook krijgen. Dus hopelijk loopt hij door mijn gif heen. Ja, nice. Oké, okay, gewoon kills maken en gewoon veel damage doen. Daar komt het op neer. Als ik dat doe en gewoon natuurlijk een potje win. Oh, dan speel ik zoveel opdrachten vrij. Top. En dan hier weer even hits. Oké, okay, Pjaardappel, gaat hij nu scoren? Oh, net niet. Net niet, net niet. Oké, okay, nu moeten we wel scoren eigenlijk. Of nu. Hierna, oké. Okay. No, ik ga gewoon dood. Oké, okay, Pjaardappel, die moet die bal wel binnenkomen. Oké, okay, nice. Oké, okay, megadoos, 7 resterende items, zegt iemand. En dan met Rosa en Jean, volgens mij zei hij. Oké, okay, maar nu moet ik even geconcentreerd spelen, want anders verpruts ik het misschien nog. En dat moeten we ook niet hebben. Oké, okay, ik doe wel echt veel damage hier zo. Dat is echt niet normaal. Oké, okay, die boel doet alleen een beetje irritant. Ja, die kunnen... Oh, lol, daar zat nog een Nita. Wat? Dat ik niet eens door. Oké, okay, top. En dan kan Mr. Penguin misschien nu even gaan scoren. Ja, het is een beetje een nadeel dat je met Barley niet de muurtjes kapot kan maken. Anders kan je veel makkelijker scoren. Maar in principe maakt het ook niet heel veel uit. Aangezien ik op deze manier ziekelijk veel damage kan doen. Maar hier is het 2-0. En dat betekent dat we weer een opdracht hebben voltooid. En dat betekent dat we nu ook waarschijnlijk een megadoos hebben. 500 punten. We hebben nu de 7 vijanden verslagen met Barley. Echt ziek van deze game. We hebben vet veel damage gedaan. Dus die opdracht heb ik ook bijna voltooid. We hebben nu 6 gevechten gewonnen. Dus dat zijn... Dit zijn allemaal 500 opdrachten. Dus we hebben nu 4 500 opdrachten. Die we alle 4 bijna hebben voltooid. Dus we gaan nog veel verder als die megadoos. Maar we kunnen nu in ieder geval die megadoos claimen. Nice! En daarna komen we nog wel 4 of 5 paarden verder. Dus we gaan sowieso nog allemaal grote dozen kunnen krijgen deze stream. Maar nu... Het grote moment waar iedereen op heeft zitten wachten. En trouwens, 6000 likes bijna. Zou nice zijn als we dat nog even kunnen halen. Maar iedereen denkt dat we meerdere items gaan krijgen. 7 resterende items. En sommigen zeggen zelfs 8 resterende items. Nou, als dat gaat gebeuren, dat zou heel bizar zijn. JP zegt gewoon nee hoor, 8. Als dat gebeurt, JP, jongen, dan vind ik je legend. Oké, okay, we gaan erachter komen. Let's go. Wat denken Mr. Penguin en Pjaardappel? GG's. Oké, okay, nee, ze zeggen niet over de megadoos. Oké, okay, maar we gaan hem openen. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? 6 gestegen items, let's go. Oké, okay, het is in ieder geval een knokker. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. We hebben een nieuwe knokker op deze free-to-play account. Op is dat goed Nederlands? Nee, volgens mij niet helemaal. Maakt niet uit, jullie weten wat ik bedoel. Oké, okay, slokje water. En gaan met die banaan. We krijgen Shelly. Dus we krijgen mooi wat punten voor Shelly. Dus die kunnen we eventueel upgraden. Colt. Die kunnen we ook eventueel verder upgraden. Poco krijgen we nog 11 keer. Ja, Poco vind ik niet een hele chille knokker, maar gaat ermee door. En Nita 45. Oh, Nita kunnen we nu wel flink upgraden. En tot slot Barley. Dus die kunnen we ook nog upgraden. Maar nu het moment. Wat wordt de knokker? Wat wordt het? Ik denk zelf ook Rosa. Maar als het echt een legendarische of chromatische of iets dergelijks is, zou echt ziek zijn. Trouwens, we hebben al de 6000 likes gehad. Dus daaraan gaat het niet liggen. Maar we gaan erachter komen. Ik laat jullie en mijzelf niet meer langer in spanning. Ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1 en go! Het is Rosa! Ja, ja, ja! Iedereen zei het gewoon bijna. Echt zoveel mensen zeiden dat ik Rosa zou krijgen. Davy zei het. Rowan die zei het. Anouk die zei het, zoveel mensen, echt bijna iedereen dacht dat ik Rosa zou krijgen. Nou, ik heb Rosa nu ook. Oké, okay, nice, dan gaan we even ownen met Rosa. En dan heb ik nu trouwens ook meteen opdrachten met Rosa. Of dat niet? Heb ik opdrachten met Rosa? Nee, 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 nee. Oké, okay, dus we kunnen beter nog niet met Rosa gaan spelen. We gaan nog wel even door met Barley dan. En daarna kunnen we ook met Colt nog. Maar ik heb nu bijna 4 opdrachten bijna voltooid met 500 punten. Dus we gaan ziek veel erbij krijgen qua punten zo. En dan gaan we dus ook nog in, misschien in 1 potje. Misschien wel 2 grote dozen of nog. Ik denk dat we wel tot en met 15 of misschien wel tot en met 17 kunnen komen of zo. Dus we gaan misschien nog een knokker krijgen. Dat zou heel ziek zijn. Maar jammer dat het helaas roos is. Ik doe nog even snel een potje met Pjaardappel en Penguin. Omdat ze gewoon weinig trofee hebben. Dat is gewoon chill. Dan winnen we een snel potje. En daarna creëer ik weer een nieuwe code. En dan hebben we in ieder geval 1 knokker in deze livestream. Maar we willen eigenlijk nog eentje. Dat zou nice zijn als dat gaat lukken.
Oké, hier even een kill gemaakt. Maar volgens mij heb ik alle opdrachten met Barley en kills maken nu ondertussen voltooid. Dus volgens mij is het nu gewoon een kwestie van winnen. Dus ik ga gewoon proberen deze bal gewoon binnen te lopen. Top. Dan hebben we even 1-0. Hoppa. En dan gaan we snel even door voor de 2-0. En dan heb ik waarschijnlijk gewoon binnen 2 potjes weer ziek voor vrijgespeeld. Oh, ik moet trouwens even helpen hun. Ja, top. Oh, moet uitkijken, anders ga ik nog dood ook nog. Pjaardappel, ja. Oké, wat gaat die boel doen? Weet je wat, ik ga proberen te scoren met trickshot. Oh, la. Lekker man, lekker man. Ziek Duits. Oh, check dit dan. We hebben nu 1 win nodig en dan hebben we in totaal... Oh, als ik die dan ook vertooi... Als ik het volgende potje win en ik heb een beetje damage... Dan hebben we in totaal 2000 punten in 1 game voltooid. En dan gaan we dus 4 plekken in 1 keer vooruit. En dan gaan we dus 2 grote dozen vrijspelen, een knokdoos en 10 edelstenen. En daarna gaan we nog wel even door. En dan kunnen we denk ik gewoon door tot en met 17. Wat? Dat is insane. Ik heb denk ik nog nooit 2000. Hé, we hebben een nieuw evenement. Speciale evenementen. Welke speel je trouwens dan vrij? Oh, dat zijn die. Oké, nice, nice, nice. We hebben nu momenteel nog niks aan. Maar als we een keer in het weekend gaan streamen... dan kunnen we eventueel baasgevecht doen en zo. Dus dat hebben we nu ook vrijgespeeld. Dus dat is nice. We hebben nog team evenementen. Die moeten we bij de 800 vrijspelen. Dus dat hebben we momenteel nog niet. Maar wel zien hoe het tot nu toe gaat. Mr. Pingwing, Pjaardappel, dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga nu wel door. En dan gaan we weer even een nieuwe code maken. En 2000 punten als ik de volgende game win. Dat is toch ziek? Dat is toch ziek? Peter die zegt, ik heb net Crow gekregen. Als dat echt zo is, dan heb je heel veel mazzel. Dan heb je heel veel mazzel. Ja, dan ben je een dikke lukker. We zitten met Lavant 2 en... Oké, dat is wel een... Ik ga die naam niet eens uitspreken. Maar Lavant, je hebt mazzel, jongen. Je mag nog een keer meedoen. Ik zou even een knok voorstellen. Of op zich kan de knokkers. Misschien een iets lager dan Edgar. Een Jesse, ik stel gewoon Jesse voor. Op het moment dat je onder de 100 trofeeën zit, dan speel je gewoon meestal tegen bots. En dan is het gewoon super lekker makkelijk spelen. En dat is altijd wel chill. En als we dit potje dus winnen, hebben we 2000 brawl punten. 2000. Ik moet eigenlijk tokens zeggen, het zijn eigenlijk tokens. 2000 tokens. Dat is toch insane, dat is echt insane. Of zijn dit nu geen bots? Jawel, dit zijn wel bots. Ik heb nu trouwens, denk ik, nu al genoeg damage gedaan. Top. En ik denk dat we hierna even met een andere knokker moeten spelen dan Barley. Ik ga het trouwens weer even proberen te scoren met de trickshot. Oh, ik ben toch te goed. Ik ben toch te goed. Lekker man, lekker man. Die was wel nice. Oké, we doen weer even damage. Yes. En dan gaan we weer door. En dan gaan we even kijken. Ik kan nu helaas geen trickshot doen omdat ik geen super heb. Maar dat kunnen we natuurlijk nog steeds proberen. Oké, nee, dat was misschien iets te veel van het goede. Oké, hier even die Rosa killen. Yes. En die Primo, gaat hij nu ook dood? Dat is een beetje irritant. Die Colt. Oké, dit kan nog alsnog. Nice, oké, dat hebben we nu gewonnen. En dan hebben we nu, als het goed is, 2000 punten. 2000 tokens in 1 game. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ja, inderdaad, 2000, bro. Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Oké, dan gaan we hierna ook spelen met de andere knokker dus dan Barley. Want ik heb nu bijna alle opdrachten voltooid van Barley. Maar 2000. Dan hebben we dus nu echt best wel wat dozen die we nog kunnen openen. Oh, dit was echt heel nice. Maar dankjewel, Lavant en die andere naam voor het meedoen. We hebben nu... Oh, we zitten al bij 15. Wow, we kunnen nu 3 grote dozen openen. Oh ja, want het kost natuurlijk nu nog maar 400 van die punten. Ik ging er even vanuit dat het 500 per pad kostte. Maar dan kunnen we misschien wel richting de 20 nog gaan. Dan denk ik, dan moeten we zo meteen even een andere game mode gaan spelen met een andere knokker. Want we hebben ook nog wel wat showdown opdrachten. Ja, dan gaan we duo doen. Want we hebben 4 duo opdrachten. En dan gaan we duo showdown doen met Bull. Want met Bull heb ik ook 4 opdrachten. Dat gaan we zo meteen doen. En dan gaan we kijken hoe ver we daarmee dan nog kunnen komen. Maar we hebben eerst de rewards die we nu hebben. En dan gaan we natuurlijk kijken of we nog een nieuwe knokker kunnen krijgen. 3 grote dozen op een nieuw account. Vaak betekent dat wel een nieuwe knokker. Vaak wel, vaak wel. We hebben een eerste knokdoos, hier krijgen we niks uit. We kunnen trouwens zo meteen ook nog wel even wat upgrades doen. We krijgen 10 edelstenen, dus ik heb nu 20 edelstenen. In de winkel kan ik voor 30 edelstenen een zeldzame knokker kopen, maar dat is echt zonde. Ik denk dat ik op dit account alle edelstenen die ik krijg bewaar, zodat ik ooit een keertje de Brawl Pass kan kopen op dit account. Eigenlijk wil ik dat hebben.
Maar we hebben drie grote dozen. Laten we maar beginnen met de eerste. Het moet toch wel zo zijn dat we in één van deze drie grote dozen een knokker gaan krijgen. In de eerste is dat niet het geval. We krijgen wel tokenverdubbelaar, dus dat is chill. Dat is heel chill, dat is heel chill. Koop de Brawl Pass, dat zegt Bert. Oh nee, dat zegt Chris. Bert die zei eronder, je krijgt Piper. Ja, dat zou heel nice zijn. Maar ik ga dus de Brawl Pass kopen alleen als ik genoeg edelstenen heb verdiend zonder geld uit te geven. Dus ik mag het niet kopen. Dat is het hele idee van dit account. Iemand zegt ook nog dat ik Jackie ga krijgen. Tibe zegt dat ik Jackie zou krijgen. Dat zou ook wel heel nice zijn. Twee resterende items. Ah, no. Nu helaas niks. We krijgen in ieder geval veel upgrades, dus dat is nice. En we hebben natuurlijk zo meteen ook nog vet veel dozen die we kunnen openen. Misschien dat we wel bij de 20 gaan komen, dat ik die megadoos nog kan openen. Dat zou heel nice zijn. Dan ga ik... Oké, daarvoor gaan we strijden. Kijken of we de 20 nog kunnen halen. Maar de laatste grote doos... Drie keer is scheefrecht, zeggen ze altijd, hè. Dus dit gaat hem worden. Let maar op. En nou, voor degene die nog niet is geabonneerd... Vergeet dat natuurlijk niet te doen... En als je dat doet, dan weet ik zeker dat we nu een knokker krijgen. Ja! Voor degene die dat abonneerknopje heeft gesmashed. Ik wist het. Kijk, dat heeft het verschil gemaakt. En natuurlijk voor iedereen die de code bounce gebruikt. Maar we hebben weer een knokker, dus twee knokkers. Maar wat voor knokker gaat het nu worden? Er zijn gewoon mensen die zeggen Leon. Chris die denkt Leon. Sandy, dat zou ook kunnen. Joran, de naamgenoot. Die denkt Shelly, maar ja, Shelly kan je niet krijgen uit de doos, want die krijgt iedereen gratis als eerste knokker. Dus dat kan helaas niet. Mortis, dat zou ook ziek zijn. Ik hoop stiekem op een super zeldzame of epische of legendarische. In ieder geval een zeldzamere dan gewoon zeldzaam. Ja, dus ik hoop op een super zeldzame. En Jackie zou dan best wel kunnen. Maar we gaan erachter komen. We gaan het zien. In 3 seconden. 3, 2... 1 en het woord Carol! Let's go! Mijn eerste super zeldzame knokker. Ik zei het nog. Ik wil gewoon een keertje een knokker krijgen die niet super zeldzaam is. Voor iedereen die Carol zei. Robben, die zei Carol. Hij had gewoon gelijk. Ah, wat een legend. Nice. Dat betekent dus dat we weer mooi wat knokkers erbij hebben. Nu al 2. Maar we gaan doorstrijden en dan gaan we kijken of we 3 knokkers kunnen krijgen. Dat zou helemaal nice zijn. Lavant en die andere... ik zeg de naam niet. Dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga even duo doen. Dus dan gaan we nu even nieuwe opdrachten voltooien. Maar we hebben echt ziek veel. Wat vinden jullie? Welke knokken moet ik gaan upgraden? Laat het weten. Maar dit was wel echt heel nice. Dat we even gewoon meteen wat opdrachten hebben voltooid. Echt 2000 punten. En dan ook gewoon meteen weer een knokker. Maar wat vinden jullie? Ik denk dat ik zelf het best met Bol kan spelen. Omdat ik gewoon... 4 opdrachten hebben met de Bol. En in Duo Showdown. En we hebben ook 4 opdrachten in Duo Showdown. Het zijn wel allemaal 250 punten opdrachten. Maar die hebben we daardoor ook weer wat sneller voltooid. Dus ik denk dat. Maar als jullie zeggen, hey, je moet met de andere knokken spelen, dat kan ook. Laat het weten in de chat. Ik heb nog 3 opdrachten met Colt. 4 opdrachten volgens mij met Bol. Met Poco heb ik ook wat opdrachten. Ja, volgens mij Bol. Ja, de meesten zeggen Bol. Dan gaan we even Bol spelen. Upgrade ik hem ook meteen. En dan kunnen er nu dus mensen joinen. Alleen kunnen we nu niet met z'n 3 spelen, maar met z'n 2. Maar op zich vind ik Showdown altijd wel echt een hele leuke game mode om te spelen. En ja, we gaan nu natuurlijk lekker opdrachten vrij spelen. Dus voor nu is het wel even handig. Hey, we zitten met... Hoi, ik ben ook Eroy. Dit is weer op z'n 2e account. Volgens mij, denk ik. Ja, inderdaad. Oké, let's go. We gaan gewoon lekker spelen. Dan kunnen we meteen naar het midden gaan en gewoon ownen. Let's go! En hierna mag trouwens weer iemand anders joinen, hoor. Dan ga ik weer een nieuwe code maken. Maar ik denk dat dit wel goed moet komen om je winst te halen met Bol. Want je hebt hier in het midden ziek veel kistjes. Waardoor je heel snel, als je het midden verovert, heel snel heel sterk kan worden. Nou, en als er iemand goed is in het midden, dan is het Bol dat wel. En deze kunnen we nu hebben. Ja, top. Het enige nadeel is wel dat je zeg maar van die kometen hebt. Dat is het enige nadeel. Oké, die kunnen we ook hebben. Lol, hier zat nog een primo. Die kunnen we nu ook hebben. Dankjewel. Dit is zo makkelijk met de Bol. Wow, yo, ik denk dat we op deze manier wel heel snel heel veel trofeeën kunnen gaan krijgen. Oké, ik ga even naar die Nita. Dit moeten toch wel bots zijn als je ziet hoe slecht ze zijn. Dat kan toch niet anders. Maar we doen wel heel makkelijk heel veel damage. En we maken heel makkelijk heel veel kills. Dus ik denk die opdrachten die we nu hebben met de Bol, dat we die heel makkelijk gaan voltooien. Denk ik. Oh, daar zitten ze. In de bosjes. Oké, daar. Komt u maar. Die primo probeert nog weg te komen.
Luk je niet, jongen. Luk je niet. En dat betekent dat we nu dus weer 3 pagina's hebben met opdrachten. Zo wil je het zien. Kijk dit dan. Dit gaat wel lekker snel. Versla 15 vijanden. Nou, dat hebben we nu al. Nee, dat is onzin. Maar we hebben al in 1 potje 5 vijanden. Iroy, ik ga wel door naar het volgende, zodat er iemand anders kan joinen. Want ik wil natuurlijk meerdere mensen een kans geven. En dan ben ik benieuwd of we nog een extra knokker kunnen krijgen. Of we 3 knokkers in deze stream kunnen vrijspelen. Zonder geld uit te geven. Natuurlijk, als we de 500 trofeeën halen, dan hebben we het sowieso. Maar ik weet niet of dat nog gaat lukken. Er is iemand gejoind, maar die heeft redelijk wat trofeeën. Tijntje. Zoiets. We gaan even kijken. Knokken voorstellen. Oh, gelukkig. Hij heeft nog laag. Oké, we gaan gewoon met Lou. Ja, helemaal goed. Eens kijken of we gaan winnen. Ik zal even een leuke smiley doen. Ik heb natuurlijk helemaal niet zo leuk, veel leuke smileys hier. Op mijn hoofdaccount zit die hele pagina vol met allemaal smileys. Maar dat heb ik hier natuurlijk niet. Joran, je bent ultra pro, zegt Max. Nou, dankjewel, dankjewel. Maar echt ultra pro denk ik nou ook weer net niet, hoor. Maar ik doe wel mijn best. Oké, dan gaan we weer. Gaan we weer voor het midden. We spelen nu trouwens niet tegen bots. Dus dat is één ding wat zeker is. Maar als we die M's gewoon hier op afstand kunnen houden, dan kunnen we hier die pakken. Ja. Oh, dit is chill. En dan als we nu... Oh, dit is trouwens wel even een nadeel. Er zit hier nu een Edgar. Maar die kan nu niet wegkomen, dus dat is lekker. Oké, top. Dan hebben we die ook gewoon meteen gekilled. Maar je merkt wel meteen dat dit geen bots zijn. Het zijn geen goede spelers, dat merk je ook. Maar ze zijn wel ietsjes beter. Goed, zag je die? Die gadget van Tijn? Dat deed hij echt netjes. Want daardoor kreeg hij geen damage tegen door die komeet. En wordt er onder volgevochten. Ik blijf hier mooi in de bosjes. Als bol zijn, dan ben je van afstand helemaal niks. En van dichtbij wel. Dus ik blijf eventjes mooi hier. Of we kunnen nu die Poco misschien pakken. Ik wil eigenlijk kills maken, dus ik ga nu wel even richting die Poco. Ja, top. Kijk, dan heb ik gewoon makkelijk even een kill gemaakt. En die Crow, die wil ik niet op mijn box hebben, want die heeft 9 krachtpunten. Ik denk dat we beter via links kunnen gaan. En dan dat team in het midden opsluiten met die M's. Ik weet alleen niet wat die andere knokker was. Oké, ik wil die... Oh, shit. Oké, ik ga voorbij die M's. Dat is jammer. Want ik wou die kill maken eigenlijk. En... Dit wordt wel ingewikkeld, want die Crow die is wel redelijk sterk. Maar als die hier nou niet uitkijkt, dan kan ik hem pakken. Oké, dan heb ik in ieder geval nog een kill erbij. Even snel die 2 krachtpunten. En dan ga ik hier even schuilen, want ik moet even healen. Kijk, dan pakken we toch weer makkelijk veel kills. En het niveau is natuurlijk nog steeds laag, maar we winnen wel gewoon. Oké, die Crow die is bijna bevroren. En als dat gebeurt, dan ga ik er echt helemaal op. Oh, ja, maar nu komt net zijn teammate weer. Dat is weer jammer, hè? Dat is wel weer jammer. Oké, maar nu kunnen we die Crow hebben. Lekker. Ah! Ah, joh, ik wou die kill zo graag hebben dat ik iets te aanvallend ging. Maar Tijn kan het afmaken. En dan was het nog gewonnen. Nice, en dan hebben we nu weer 5 kills. Als we de volgende game weer 5 kills hebben, dan hebben we gewoon 2 opdrachten weer in 1 voltooid. En als we daarna nog 3 potjes winnen, dan heb ik hier... Ja, 3 opdrachten ook nog voltooid. Dus dat is wel nice. En dan gaan we weer dozen kunnen openen. Let's go. Dan hebben we sowieso tot en met... Ja, die megadoos, dat moet nog te doen zijn, denk ik. Dat moet te doen zijn. Ik ga wel weer verlaten. Tijn, dankjewel voor het joinen. Ik ga weer een nieuwe code maken. En dan kunnen we weer nieuwe mensen meedoen. Noem mijn naam. Ruben, leuk dat je aan het kijken bent, jongen. En trouwens, bijna 7000 likes. Dat zou wel ziek zijn als we dat nog even kunnen aantikken, de 7000 likes. Maar wie is gejoind? Joshua is gejoind. 28.000 trofeeën. Dus behoorlijk veel. En zijn laagste knokker is ook Lou. Oké, dat is wel grappig. We gaan het gewoon voorstellen. Oh, hij heeft Lou al. Oh, lol. Dan hoef ik het ook niet voor te stellen. Ik zie doe minigames. Dat kunnen we wel een keertje doen in een andere stream. Dit is echt een stream dat ik gewoon probeer te gaan voor een zo hoog mogelijk resultaat. Met zoveel mogelijk megadozen en dergelijke. En op het moment dat we dan minigames gaan doen, dan kan ik natuurlijk dat niet voor elkaar krijgen. Er zit hier een Edgar. Oh. Ik ga hier even uitkijken. Oei. Dat ging nog net goed. Weet die meneer P dat ik hier zit? Nou, zo over 5 seconden komt mijn teamgenoot terug. Dan weet hij het sowieso. Oeh, die zijn behoorlijk sterk. Oké, nee, daar wil ik niet het duel mee aangaan.
Nee, nou, nee. Oké, okay, die kolonel Ruffs doet irritant. 9 krachtpunten, dat is wel veel hoor. Dat is echt veel. Maar als hij nu bevroren raakt, dan kan ik hem misschien te pakken zien te krijgen. Ja, 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 ja. Oh, lekker, 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 lekker. Oh, dat was weer te aanvallend. Maar wel ziek gespeeld voor door Joshua. Hij kan het best, denk ik, gewoon die krachtpunten pakken. Of ik loop zo meteen het gif in. Of hij laat B nu pakken en dan gaat hij vervolgens B killen. Dat kan natuurlijk ook. Oh, ziek gespeeld voor Joshua. Echt heel ziek, heel ziek. Ik heb alleen geen duimpje omhoog. Smiley. Maar wel ziek gedaan. Oké, okay, dan kunnen we dit misschien alsnog winnen. Oh, die meneer P, die heeft gewoon ondertussen 12 krachtpunten. En zijn teammate is denk ik dood. Oh, lol. Deze moeten we even kapot maken. Ik zal even helpen hier zo. Ja, top. En als die meneer P hier de bosjes in komt, dan is hij de lul. Ja, zijn teammate was inderdaad dood. Die komt nu tevoorschijn. Ik moet eigenlijk even mijn super krijgen. Oké, die ruffs kunnen we nu hebben. Ja, lekker. En met mijn super kan ik natuurlijk wel naar die meneer P. We kunnen misschien nu die meneer P opsluiten. Ah, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ah, no, net niet. Net niet. Jammer, maar maakt niet uit. We hebben trouwens 7000 likes. Dus nice dat jullie allemaal even dat duimpje omhoog hadden gesmashed. Maar we hebben wel gewonnen. Want het plek nummer 2 telt ook als win. Dus we hebben alsnog weer heel erg veel opdrachten bijna voltooid. Oh, dit gaat zoveel worden. We gaan zo meteen weer in één potje zoveel opdrachten voltooien. Joshua, thanks voor het meedoen. Ging goed, ging goed. Ik ga weer een nieuwe code creëren. Dus er kan weer een nieuwe iemand joinen. Code Bouws brengt gelijk. Ik heb Amber gekregen. Ik denk dat hij zei brengt geluk. Dat misschien autocorrectie was of zo. Maar dat is wel ziek. Fernando, als het echt zo is, dan heb je echt ziek van luk. Dan heb je inderdaad ziek van luk. We hebben weer iemand nieuw. Goblin for Life. Die heeft 4000 trofeeën, dus dat is wel chill. En oké, okay, nice. Hij heeft Edcount om nog op 0 trofeeën. Dus dat is ook chill. We krijgen weer een donatie van Glenn. Die zegt, je bent mijn lievelings YouTuber. Ah, thanks Glenn. Thanks Glenn. Leuk om te horen. Maar we gaan even ownen. En ik denk dat we dit potje wel gaan winnen. En ik denk dat we hierna dan weer een grote doos kunnen openen. Dus ik denk dat ik wel weer een paar opdrachten heb voltooid hierna. Denk ik hoor. Maar daar gaan we dan natuurlijk achter komen. En daarna heb ik natuurlijk 5 games gewonnen. Oeh, daar was een El Primo. Nou ja, die is nu dood. Hoe dan ook, de komende 2 potjes, daar gaan we ziek veel doos kunnen openen. Oké, okay, weet je wat? Ik laat me gewoon wegjumpen hierdoor. Kijk, ik werd gewoon heen gejumpt door die komeet. Dan moet ik trouwens wel uitkijken dat ik nog niet dood ga ook nog. Dan heb ik wel heel veel risico. Maar ik wil gewoon even damage doen. Ik wil zorgen dat ik veel kills maak. Dus nou ja, dan moet je maar af en toe de risico nemen. Oh, oh, die lol, die roze die liep gewoon terug. En dit moet wel een bot zijn. Oké, okay, dan weer een kill erbij. En veel damage gedaan, want Roos heeft natuurlijk ook veel levens. Ik ben alleen benieuwd waar die anderen zijn. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Waar lopen jullie rond? Kom tevoorschijn. Dan pak ik jullie allemaal, maar ze komen niet echt tevoorschijn. Stoel komt vrijdag, zegt iemand. Dat is nog niet zeker. Dat is nog niet zeker. Dus daar kan je niet van uitgaan. Het komt wel binnenkort. Binnenkort komt het wel, maar Brawl Stars had iets vertraging, wat ze ook zelf zeiden op Twitter. Dat het eraan komt, maar dat het iets langer duurde dan verwacht. Dus het komt eraan, de nieuwe update. Maar daarvoor hebben we nog heel even geduld nodig. Die Max, die doet... nee, het is geen Max, het is een Nita. Die doet irritant. Ja, top. Maar dan hebben we nu wel heel veel kills gemaakt en we hebben weer veel verdiend. Ik ben benieuwd hoeveel opdrachten we nu hebben voltooid. We hebben nu 2 opdrachten voltooid. En bij de volgende game kunnen we misschien, als we veel damage doen, kunnen we deze 1, 2, 3, 4... Oh, dan kunnen we 6 opdrachten in 1 game voltooien. Stel, we doen veel damage, kunnen we 6 opdrachten in 1 game voltooien. Dat zou toch ziek zijn? Maar we hebben nu in ieder geval een knokdoos en een grote doos. En ik denk als we die 6 opdrachten hebben voltooid, dat we dan bij die megadoos zitten. Ja, dat moet wel. Ja, nice. Oké, okay, dan kunnen we dus zometeen nog een megadoos openen. Oh, dat gaat zo ziek worden. Oké, okay, dat gaan we dan zometeen ook nog doen. En dan hopelijk krijgen we nog een knokker. Maar we krijgen nu in ieder geval weer wat upgrade punten. En we kunnen nog een grote doos openen. En we krijgen 3 resterende items. Maar gaat er weer iets in zitten? Gaat er weer iets in zitten? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het. Laat maar weer even weten in de chat. Denken jullie het?
Daar gaan we nu zo meteen achterkomen. Want als ik nu ga drukken, dan staat er of er een eentje staat met een knipper iets. En als er knipper iets is, dat betekent dat we een nieuwe knokker hebben. Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Heel veel mensen denken nu ook dat ik niks ga krijgen. Of El Primo. El Primo zou natuurlijk ook kunnen, maar de meesten denken dat ik niks ga krijgen. En degene die dachten dat ik niks zou krijgen, die hebben gelijk. Want ik heb ook niks gekregen. Ja, het kan niet altijd feest zijn. Maar ik denk dat we uit die megadoos nog wel iets gaan krijgen. En daarvoor moeten we nog één potje winnen. Goblin for life, dankjewel voor het meedoen. Oh ja, vergeet de hele tijd mensen als vriend toe te voegen. Ik heb nu verstuurd. Maar we gaan nu even een nieuwe code maken. En dan kan weer iemand meedoen. En ik denk dat we na dit potje al die megadoos kunnen openen. En nog een grote doos. Felix die zegt, ik zei het. Die had waarschijnlijk gezegd dat ik niks zou krijgen. Het zou misschien ook wel te veel geluk zijn geweest. Als ik nu weer gewoon iets goeds had gekregen. Zeg mijn naam, Seth. Seth, leuk dat je aan het kijken bent, jongen. Maar we hebben Pjaardappel. Sorry, jongen, maar ik moet je nu helaas kicken. Want je hebt al zo vaak meegedaan. Zil is pro. Oké, dan mag Zil is pro meedoen. Ik zal je even als vriend toevoegen. En hij heeft zijn knokkers redelijk laag. Dus dat is ook nice. Wat is goed kunnen? Jackie. Jackie ziek OP in deze map. En dan moet ik trouwens even veel damage doen. En als ik veel damage doe, dan kan ik dus in één keer bij die megadoos komen. Als ik veel damage doe, dan heb ik 6 opdrachten in één keer voltooid. Dan heb ik deze 3 opdrachten met Boel. En deze 3 opdrachten met Duo Showdown. Maar dan moet ik nog wel echt veel damage doen. Dus dat wordt nog wel even een karwei. Maar dat zou kunnen lukken. Dat zou kunnen lukken. Dat zou ziek zijn als dat gaat gebeuren. We gaan erachter komen. We gaan erachter komen. En dan hebben we nog een megadoos. Oh, dat zou heel ziek zijn. We gaan erachter komen, we gaan erachter komen. Oké. Ik ga natuurlijk weer voor het midden, want ik wil gewoon snel sterk zijn, zodat ik snel mensen kan killen. Dat is even belangrijk. En als Sales Pro even heel snel met Jackie alles opent, dat zou ook chill zijn. Want Jackie die kan zo snel al die kisten openen. Nice. Oh kijk, nu, dit is meteen top, dit is meteen top. Dan ga ik meteen even hier kills maken. Doe nu nog niet heel veel damage, maar ik wil even nog meer damage doen. En hier nog meer damage. Ik laat me gewoon hitten door die komeet. Ik moet gewoon volop in de aanval. Ik zie hier ook nog een krachtpunt liggen. Dus die wil ik ook nog even hebben. En ik zag hieronder beweging. Oh, die wil ik hebben. Ik wil die roze hebben. Ja, dankjewel. Want roze heeft gewoon vet veel levens. Gaan we meteen super naar die Nita. En dan gewoon lekker doorstrijden. En dan doen we... Weet je wat? Ik laat die Nita gewoon even healen. Dan mag die niet even healen. En dan ga ik zo meteen weer extra damage doen. Want ik wil eigenlijk gewoon al die 6e opdrachten in één keer voltooien. En dan is die Rosa nu tot leven. En dan kan ik die Rosa nog een keer killen natuurlijk. Oké, die Rosa, komt u maar. Ja, top. En telt die beer ook mee als damage? Ik weet niet eens. Zou die mee... Ik deed gewoon 5000 damage in één keer. Dat is wel ziek veel. Als die beer meetelt voor damage, dan heb ik het nu sowieso gehaald. Maar die Rosa, die wil ik nu weer even killen. Dus ik ga die weer even pakken. Komt u maar. Niet wegrennen. Ik zag trouwens een donatie van Noemki binnenkomen. Ik zal zo even naar je comment kijken. We hebben ze gewoon 17 krachtpunten. Oké, ik denk dat ik wel genoeg damage heb gedaan. Dat kan toch niet anders. Waar is die andere knokker? Oh, Silas Pro. Oké, top. Hij laat mij gewoon nog damage doen. Oké, weet je wat? Ik laat die Rozen nog één keer leven komen. En dan gaan we die nog even killen. En dan is het wel genoeg. Dan moet het wel genoeg zijn. Oké, ik ga ze nu allebei killen. Dit moet genoeg zijn, dat kan niet anders. Loki die zei, Milan je bent een nerd. Nou, dat is niet lief zeggen, dat is niet lief zeggen. Maar we gaan even kijken of ik alle 6 opdrachten heb voltooid. We hebben deze 3 voltooid en deze 3. Inderdaad, we hebben 6 opdrachten in één keer voltooid. Insane, lekker man, dit is toch wel echt heel ziek. Het is trouwens, het zijn in totaal 1500 punten. En net hadden we in één keer, 2000 punten. Dus we hebben nu 500 punten minder, maar alsnog wel ziek. Jempot doneert 3 euro. Blijf van mijn bal af. Oké, nee, dat gaan we niet zeggen. Dat gaan we niet zeggen. Dat moet je niet doen. Niet goed om dat soort dingen te zeggen, jongens en meisjes. Niet goed. Maar we hebben wel 6 opdrachten voltooid, dus dat is nice. En dan gaan we nu even op sluiten drukken. En dan kunnen we misschien al die megadoos krijgen. Daar gaan we nu achter komen. We zitten al bij 21. Oh nee, we hebben inderdaad die megadoos. Oké, we hebben een megadoos. En we zitten bijna op 21. Dat is wel nice. En de volgende megadoos is bij 30. En vanaf 40, dan ga je om de... Oh, dan krijg je veel vaker megadoos. Dan krijg je bijna om de 5. Dus hoe verder je komt, hoe meer megadoos je krijgt. Maar we hebben nu in ieder geval weer een megadoos. We hebben weer een megadoos. Dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen.
En misschien dat we ook nog iets uit die grote doos gaan krijgen. Dat kan natuurlijk ook. We gaan erachter komen. Oké, grote doos. Eerst de grote doos. En daarna de megadoos. En dan hoop ik dat we dan iets gaan krijgen. Ik hoop het echt. Maar we gaan het zien. Grote doos, we krijgen nu Colt. En oké, geen knokker uit de grote doos. Had ik, om eerlijk te zijn, ook wel verwacht. We krijgen trouwens ziek vaak Shelly. Dat is echt niet normaal. Misschien dat we Shelly nog wel kunnen upgraden. Maar dat laat ik nu nog even... Ja, hoeveel coins hebben we? We hebben wel wat coins. Dus we kunnen zo meteen wat upgrades doen. Dat gaan we zo meteen even over hebben. Maar we gaan eerst natuurlijk de megadoos openen. Wat denken jullie? Gaan we knokken krijgen? Gaan we misschien 7 of 8 gesterende items krijgen? Dat was bij de vorige megadoos allemaal mensen die dat zeiden. Lijkt me sterk dat dat gaat gebeuren, maar... Het zou kunnen, Zou het nog ziek zijn? Je krijgt Rico, zegt Jasper. Ja, dat is inderdaad... Zou kunnen, ik hoop het. Is Rico... Is die zeldzaam of super zeldzaam? Die is super zeldzaam. El Primo is gewoon zeldzaam. Eigenlijk wil ik sowieso eentje krijgen. Ja, dat is toch een minimale. Maar oké, we gaan erachter komen. We gaan drukken. Hopelijk zijn het minimaal 6 gesterende items. Anders ga ik echt huilen. Nee, dan ga ik niet echt huilen. Maar van binnen wel. Dan ben ik van binnen kapot. Het laden duurde wel lang. Dus misschien heb ik gewoon 12 gesterende items. Jon, die zegt 9 items. Als we 9 items hebben, ik word helemaal gek. Want dat betekent dat we 4 knokkers hebben uit 1 doos. Maar we gaan erachter komen. Ik ga drukken. In 3 seconden. En dan komen we erachter. 3, 2, 1. En het wordt... Oh, no! Huilen. Oké, ik ben van binnen dus nu aan het huilen. Ah, jammer. We krijgen Shelly 8 keer. Bull krijgen we nog 20 keer. Colt. En we krijgen Carol nog. En tot slot krijgen we nog Barley. Dus we kunnen wel wat upgrades doen. Maar oh, wat jammer dat we geen extra knokker hebben gekregen. We kunnen nog wel even een paar opdrachtjes voltooien. Ik denk dat we nog even met Colt kunnen gaan spelen. Want daar heb ik nog wat opdrachten halverwege voor. Ja, dat doen we nog wel even met Colt. Dan gaan we nog even met Colt spelen. En Sil, dankjewel trouwens voor het meedoen. Krijg je iets op je... Oh, hij heeft ook nog 19k. Dit is op zijn tweede account. Maar thanks voor het meedoen. Ik ga even verlaten. En dit is wel balen. Dat we helaas geen nieuwe knokker hebben gekregen. Maar we gaan nog even wat opdrachten voltooien met Colt. En dat worden de laatste opdrachten die we in deze stream gaan voltooien. We moeten wat vijanden verslaan. We moeten 5 potjes winnen. En dan kunnen we dan het best doen in edelstenengraai. Ja, dan doen we het op die manier. En volgende week zijn er natuurlijk weer allemaal nieuwe opdrachten. En dan gaan we die natuurlijk voltooien. En dan gaan we natuurlijk weer verder. Maar we gaan nu even edelstenengraai doen. Dan hebben we alle game modes gedaan die je kan doen. En ik zie dat we hier trouwens ook nog punten hebben. Op welke knokken moet ik hem inzetten? En welke knokken moet ik gaan upgraden? Ik denk dat ik deze het best kan inzetten op Colt. Want ik vind Colt gewoon een chille knokker. En dan gaan we die nog even pushen. Ik denk dat dat wel een slim idee is. Colt. Er zijn best wel wat mensen die ook andere knokken zeggen. Shelly. Ja, eigenlijk kunnen we het best voor 1 knokker die we dan proberen in ieder geval kracht level 7 te krijgen. Dat we in ieder geval een gadget kunnen vrijspelen. Ja, de meeste van jullie vinden ook Colt. Oké, we gaan voor Colt. Maar inderdaad, ik denk dat we misschien een paar knokkers naar kracht level 7 moeten krijgen. Dat we in ieder geval gadgets kunnen vrijspelen. En als ik kijk op kracht level... Dan heb ik van Shelly de meeste. Dus Shelly... Oké, dan gaan we Shelly ook nog even upgraden. Want jullie zeiden net ook allemaal dat ik Shelly moest gebruiken. En dan gaan we die nu nog even upgraden. Dus ik heb Colt en Shelly nu kracht level 5. Dus dat is nice. Barley kan ik eventueel ook nog upgraden. En de andere knokkers ook. Maar ik wil ze in ieder geval iets. Misschien dat we alles in ieder geval moeten upgraden naar level 3. Ik denk dat we dat sowieso even moeten doen. Dan... Oh, Nita, die kan ik zelfs naar 4 upgraden. Dan heb ik in ieder geval alles een beetje hoog. Dan ben ik niet meer super, super slecht qua levels. Oh, Rosa en Carol gaat helaas niet lukken. Maar dan laat ik niet aan Barley, laat ik nu even voor wat het is. Omdat ik daar nu niet verder mee ga spelen. En wat trouwens ook nice is, omdat we rank level 10 Colt gaan halen. Gaan we ook weer sterpunten krijgen. En misschien dat ik ooit binnenkort een keertje Banneling Colt kan krijgen. Voor 500 sterpunten. Dan gaan we ook mijn eerste skin krijgen. Maar ik zal weer even deze openzetten, teamcode creëren. En dan kunnen we weer mensen joinen. En dan gaan we nog even kijken of we nog even een extra doos kunnen vrijspelen of edelstenen. Ik krijg hier een vraag waarom ik niet met Carol speel. Nou, dat heeft een simpele reden.
Want ik wil natuurlijk opdrachten voltooien. Oh, we zitten nu met Shadows en Eeroy. Bro, dat is wel toeval. Oh, dat is wel echt ziek. Maar ik wil natuurlijk opdrachten voltooien. En die opdrachten ga ik natuurlijk niet voltooien op het moment dat ik met de knokker speel die nog geen opdrachten heeft. Want inderdaad, zoals jullie zien, ik heb met Poco, Colt en met andere knokkers, maar voor de rest niet. Oké, maar we gaan nu in ieder geval met Eeroy en Shadows even een potje spelen. Dit is wel echt heel erg baas dat ze toevallig precies op hetzelfde moment joinen. Dus ze hebben mazzel, we gaan met hun nog even spelen. En dan kunnen we zo meteen nog één doosje of twee dozen openen nog. En hopelijk krijgen we dan tot slot nog één knokker. We hebben al twee knokkers vrijgespeeld, maar nog één extra, dat zou nog heel nice zijn. Ik vind deze map er trouwens wel echt ziek uitzien, om eerlijk te zijn. Ja, Shadows kan hem daar hebben, dat is nice. Oké, ik ga hier bijna dood, maar net niet helemaal. Zal deze... Eigenlijk kan ik die edelsteen het best helemaal niet hebben. Even helpen hier zo. Ja, nice. Ik wil die muurtjes even kapot hebben. Oeh, kijk, dat bedoel ik dus. Maar Eeroy kan ze wel oppakken. Ik denk dat Eeroy best mid kan. En dan ga ik wel rechts. Ik denk dat dat net iets beter werkt. Oh, no! Oh, dat is dat die Leon. No. Dit is jammer. Dus ik ben gewoon meteen weer dood. Maar gelukkig, die Leon die zit er nog steeds, wat behoorlijk irritant is. Maar gelukkig heeft Eeroy nog de meeste krachtpunten. Zit die Leon daar nog steeds? Ik weet niet of die daar zit. Hij heeft in ieder geval super, dus we moeten daar wel voor uitkijken. Ik heb geen idee, die Leon kan dus in één keer tevoorschijn komen. Kijk, dat bedoel ik dus. Ah, oké. Shadows leeft nog, maar ik weet niet of dat nog goed gaat komen. Ja, oké, hij heeft nog wel een kill, maar oh, er liggen echt ziek veel. En, oh, ik heb wel damage gedaan, maar ik denk niet genoeg. Oké, het rode team kan aftellen. Oké, even hier hits. En hier nog hits. Ah, en dan zet hij op het juiste moment zijn gadget aan. Die meneer P, maar die heeft geen krachtpunten, of nee, geen edelstenen, dus daar heb je niks aan. We moeten die Dyna killen. Ah, daar ga ik. Oké, nee. Maar in principe, volgens mij, ja, we hebben nog steeds allemaal opdrachten die we vrij spelen. Richt damage aan, versla vijanden. Dus in principe maakt dat iets minder uit. Maar alsnog behalen dat we hebben verloren. Maar ja, we spelen natuurlijk op wat hoger niveau. Bij Eeroy en Shadows, thanks voor het meedoen. We gaan nu eventjes lief en dan ga ik weer een nieuwe code maken. Dus er kunnen nieuwe mensen joinen. En ik zie trouwens dat we bijna de 7500 likes hebben. Dus zou nice zijn als we dat kunnen halen. Trouwens, we hebben ondertussen nog maar één like nodig. Dus dat gaat sowieso lukken. Maar we zitten nu met iemand die behoorlijk een hoge knokker heeft. Hij heeft meerdere rank level 30's. B, meneer P. Dat is wel ziek. Heeft hij nog wel een paar... Oh, no, shit! Oh, sorry. Ik wou hier... Ik wou een knokker voorstellen. Ik drukte per ongeluk op eruit zetten. Oeps. Sorry. Melksebi. Ik denk dat ik zo uitspreek. Sorry, dat was niet de bedoeling. Oei. Dit is wel een beetje balen. We kunnen wel... Heeft deze guy... Oh, dit is wel echt stom. Ik vond het wel leuk om even dan weer een potje op hoog niveau te spelen. Maar ik zal nu even Carol voorstellen en dan doen we nu even op laag niveau. Oh, maar dit is wel echt balen, man. Sorry. Ik baalde er zelf ook van. Misschien was hij helemaal blij dat hij eindelijk was gejoined. Oh. Voel me nu helemaal schuldig. Maar hey, we gaan alsnog proberen er gewoon een goed potje van te maken. We hebben trouwens 7700 likes, dus dat is wel nice. Maar we gaan nog even weer geconcentreerd spelen. Let's go. Dit moet nu wel lukken, aangezien we nu op redelijk laag niveau zitten. En oké, die was al bijna dood. Hier. Ja, die Rufs is dat. Oh, dit is wel chill, Ze zijn allemaal low, Oh, niet low genoeg. Oké, is aanvallend. Oké, ik ga eventjes meer gefocust spelen. En dan ga ik gewoon via de rechterkant. Dan pak ik gewoon een lane en vanuit daar ga ik spelen. En dan probeer ik even met mijn super zo meteen hun midden kapot te maken. Zodat ze daar niet meer achter kunnen schuilen. Ja, top. Kijk, en nu is het voor hun heel irritant spelen. Want hun kunnen nu niet meer schuilen. Terwijl dat wij wel achter ons muurtjes kunnen schuilen. Dus dat is wel chill. Oké, top. Daar is hij ook al bijna dood. En die Rust. Oh, yo. Die deed dat wel goed. Die raakte mij gewoon 3 keer achter elkaar, waardoor ik meteen dood ging. Maar die heeft alle edelstenen. Dus die Rust, die moeten we eigenlijk even gekild hebben.
Die Byron, die gaat nu dood. Ja, chill. Ja, Ruffs doet zo snel damage achter elkaar. Dat is echt niet normaal. Die bosjes links vind ik trouwens ook heel irritant. Dus als ik mijn super heb, dan ga ik die ook kapot maken. Want die Colette doet ook heel vervelend. Ja, die gaat nu wel gelukkig dood. En dan staan we momenteel 6-6. Ja, die Ruffs van hun heeft nog steeds alles. Inderdaad, inderdaad. Die heeft nog steeds alles. Oh, ik had anders bijna een paar goede shots daar zo. Maar die miste ik zelf ook. No, 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 no. Nee, shit. Oh, dan gaan we dit potje misschien ook nog verliezen. Ik ga gewoon trofeeën verliezen met Colt hier zo. Ja, edelstenen ga is ook niet echt mijn game mode. Ik speel eigenlijk altijd knokbal. Of ik moet sowieso die... Ja, dit ging niet meer lukken, want ik moest die Ruffs hebben. Ik speel normaal altijd showdown of knokbal. Dan is dit toch wel even net wat anders. Maar alsnog, we gaan nog steeds omhoog qua opdrachten. Dus dat is nice. Wel bedankt voor het meedoen. Maar ik ga nu weer door naar de volgende. We gaan door naar de volgende. Als ik trouwens één opdracht voltooi, dan hebben we in ieder geval een knokdoos. Dus dat is in ieder geval nice. Zo even teamcode creëren. En dan gaan we nu proberen wel te winnen. Trouwens, ik ga zo meteen ook stoppen met streamen. Want ik zie al dat het bijna 4:15 is. Ik ga zelf ook even eten zo meteen. Dus we doen nog even één opdracht voltooien en dan wordt het laatste. Harige ballen blazer doneert 3 euro. Wat zegt hij erbij? Ik heb net mijn vrouw verkocht voor een ijsje. Ai, 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 ai. Oké, we zitten met Pjaardappel. Jongen, ik moet je helaas kicken. We zitten met Tijn. Die hebben we ook al gehad. Dus ik moet jou helaas ook kicken. Oké, dan hebben we nu weer 2 nieuwe mensen. Lou. Of we gaan iets hoger en met wat betere knokkers. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken hoe hoog hij zijn knokkers heeft. Oké, ik denk... Oké, Penny is wel een goeie. En dan kunnen we hier... Gaan we ook met iets hoger knokkers. Tara. Penny en Tara. Ik denk dat dat goeie is. Dat zijn beide knokkers die gewoon lekker chill zijn. Vooral Tara. Daar kan je gewoon met super van Tara. Die kan dat hele team in één keer pakken. En Blue Gaming. Ja, jij moest dan Penny, dacht ik. Had ik het zo gezegd? Volgens mij wel. En dan als we nu even goed spelen, dan kunnen we misschien nog een opdracht voltooien. In ieder geval met Colt. Als ik 6 kills maak, dan heb ik een opdracht met Colt voltooid. Dus ga eens kijken of dat gaat lukken. En dan hoop ik toch nog eventjes ervoor te zorgen dat we even een opdracht gaan voltooien. En dat we nu weer even winnen in Edelstenen Grui. Oké, we moeten tegen een Lou, Colonel Ruffs. En Colette. Ben benieuwd hoe dit gaat. Oké, die Colette die doet zo snel damage. Dat is ook heel irritant. Oh, dit zijn kijkers volgens mij. Oh lol, er zat iemand zo aan het spinnen. Dat is nice. Oké, als je een kijker bent. Legend, laat mij even kills maken. Ik heb kills nodig. Oké, thanks, 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 thanks. Dit is nice. Oké, er is dus één kijker, maar die andere weer niet. Oké, oké, dat is wel heel chill. Dan moet ik even proberen kills te maken. Dus ik ga kijken of ik gewoon de hele tijd hem kan killen. Dat zou nice zijn. Want ik heb kills nodig. Ja, thanks. Legendary gamer, je bent een legend. Oké, yes, nog een kill. Dat waren er 2. En ik heb net ook al wat kills gemaakt. Dus dat is mooi. Legendary gaming. Ah, oké, daar gingen mijn kills. Oké, ik ga even healen. En kan ik die pakken? Nee, net niet. Ik ga gewoon met mijn super weer een nieuwe pakken. Die legendary gaming, die laat zich wel killen. Dus dat is nice. Jongens, laat wat kills over voor mij. Ja, op zich is het ook niet heel erg. Oh, ik zat helemaal niet te letten op mijn eigen levens. Ik zat gewoon puur aanvallen te spelen. Oké, nu moet ik ook even letten dat we dit potje ook nog gaan winnen. Legendary Gaming. Thanks, thanks voor alle kills, man. Dit is echt heel chill voor de opdrachten. Kijk, op deze manier worden de opdrachten wel lekker makkelijk om te voltooien. Ik ga even healen. En dan gaan we voor die Cristiano Ronaldo... Gaan we eens kijken of we die kunnen pakken. Legendary Gaming, die laat zich... Oh, ik heb die Cristiano Ronaldo nog gepakt. Maar die kunnen we nu nog killen. Denk dat het net niet gaat lukken. Nee, inderdaad. Maar we hebben gewonnen en we hebben behoorlijk wat kills gemaakt. En we hebben ziek veel damage gedaan. Dus Legendary Gaming, dikke shout-out naar jou. We hebben wel de opdracht voltooid. We hebben heel veel damage gedaan en we moeten nog 1 kill maken. En dan hebben we die ook voltooid. Dus we hebben nu in ieder geval een knokdoos. Ja. En bij de volgende krijgen we 20 edelstenen. Dus dat is ook nice. Maar in ieder geval even deze knokdoos. En helaas geen knokker. Maar die kans was ook wel heel klein. Wat voor opdrachten hebben we nu nog momenteel? We hebben nog 1 vijand met Colt.
En die edelstenen ga je opdrachten, dat gaat hem niet meer worden. Dat is nog wel heel veel. En daarvoor krijg je 250 punten. Maar ja, we krijgen hierna edelstenen, dus dat heeft ook niet zo heel veel nut. Weet je wat? Voor deze livestream laat ik het erbij. We gaan binnenkort, volgende week gaan we weer live. En dan gaan we natuurlijk strijden en dan gaan we kijken of we misschien tot de 30 kunnen komen. En of we dan weer allemaal grote dozen kunnen vrijspelen. Dat zou nice zijn, maar dat zien we dan volgende week. Want in de tussentijd krijgen we natuurlijk allemaal weer nieuwe opdrachten erbij. En dan kunnen we bijvoorbeeld met Poco gaan spelen en die opdrachten gaan voltooien. En met Colt weer. En dan gaan we dan weer proberen gewoon weer vet veel opdrachten te voltooien. En zorgen dat we gewoon vet veel omhoog gaan. Maar ik zie allemaal comments van no, ga niet stoppen. Ja, sorry jongens. Er moet een keertje een einde aan komen. Ik kan natuurlijk niet oneindig lang doorgaan. Ja, aan alles komt een einde. Dat is jammer. Maar Paper en Blue Gaming, dank jullie wel voor het meedoen. Ik zal nog even... Oh, die heeft te veel. Maar dank jullie wel voor het meedoen. Blue Gaming, ik wil je als vriend toevoegen, maar dan moet je even een vriendschapverzoek of een vriend verwijderen. Of je hebt te veel vriendschapverzoeken uitstaan. In ieder geval, dan moet je even iets verwijderen, dan stuur ik je zo meteen een verzoek. Maar hey, dan was dit het voor deze stream. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Volgende week ben ik gewoon weer live. Misschien ook eerder als er een update uitkomt. Misschien dat ik dan ook nog even live ga. Maar dat zien we dan wel. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Volg me even op Instagram. Dan ben je sowieso op de hoogte. Want altijd op Instagram geef ik aan als ik live ga of niet. Dus dat is handig. En ik zet de livestream ook altijd een paar uur van tevoren. Zeg maar op YouTube. Zodat jullie op de hoogte zijn. Loenki die ze doneert nog een keer 2 euro. Dankjewel voor je donatie. Maar dat was dit voor deze stream. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk. Ik zie jullie later, bazen.